Zo, nou daar zijn we dan. We zitten hier in Amaze Amsterdam voor talkshow nummer 100. Ik was de mouwen er nog even bij aan het opstropen. Maar wat een feest. Echt alle streamers zijn er vanavond. We gaan het in groepjes doen, want anders is het niet te doen. Want we hebben zoveel mensen die even langs wilden komen vanavond. Mag ik jullie voorstellen aan onze eerste cast van vanavond. Tony Junior, Serpent Gameplay, Klappie, Fems, Chapo Nul en ook CJSM. Welkom allemaal. Zo. Nou ja, ik zeg jullie, het is natuurlijk een beetje een andere talkshow, maar zoals altijd, hoe was de week? / wat hebben we nog meegemaakt? Ja, ik vind dat zo moeilijk. Wie gaat er dan beginnen? Ik weet het even niet. Laten we eerst even beginnen hoe tof dit is. Ja, dit is super vet. Zeker, ja. Hoe vet is dit? Dankjewel dat ik hier mag zijn en gefeliciteerd ermee. Ja, dank jullie wel. Dat is gebeurd. Uitstekend geregeld. Ik vrees wel voor Sumi dat hij 3 of 4 levensjaren verloren heeft vandaag. Puur aan cortisolwaarde wat die jongen heeft opgedaan, maar komt ook wel weer goed. Ja, Sumi, die sowieso shout-out naar het hele team. Alle jongens van Stream Doctors, Tom, Tim, Sid en Wart natuurlijk ook. Ik ben heel blij dat we dit konden doen. En ook natuurlijk Amaze Amsterdam, want dit is een nieuw soort, ik noem het een beetje een digitaal museum eigenlijk. Ja. Jullie zijn er doorheen geweest. Wat vonden jullie ervan? Ja, echt ziek. Bedankt. Het is echt een volledige experience eigenlijk. Normaal dan... Goed hoe jij dat doet. Dat doe je heel authentiek. Het is een hele experience. Nee, ja, je loopt daar gewoon naar binnen. En het is gewoon van top tot teen helemaal immersed, zeg maar. Met lasers, lichten, geluid. Het is echt ziek. Ik vond het echt heel vet. Was het voor iedereen hier een verrassing? Want ik wist helemaal niet dat dit stond te gebeuren. Ja, dat is echt... Waarhuis Elementenstraat ken ik alleen maar van verknipt. En daar zijn ook lampen. Maar dan ervaar je dat toch anders. En ik weet niet precies waarom, maar dat is toch anders. Ik weet niet waarom. En jullie? Ik moet jij moet gaan. Nog. Oh, jij moet nog. Maar ben jij dan nu pas net hier binnen of zo? Ja. Had een heftige avond, dus ik had even geslapen. Oké, duidelijk. Ik hoor trouwens van de chat dat ze willen jouw mic iets dichterbij, Chapo. Ja, dat snap ik hoor, Ja, maar het was wel heel vet hoor, Daan. We liepen er doorheen, samen met een paar andere streamers. En ik moet zeggen, ik ben daar niet gewend. Wat? Zoveel licht en alles wat op je afkomt. Ja. Soms was het wel een beetje scary zelfs, maar dat was wel heel gaaf. Ja, ik heb nu mijn moeder erin gestuurd. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Ik kom daar buiten ravend. Ja, of misschien, ik dacht, die houdt niet zo'n harde geluid. Nou ja. Maar weten de mensen thuis een beetje wat dat is, Amaze, of niet? Leg maar uit. Okay, nou ja, zonder te veel te verklappen, hè? Ja, dat is waar. Oh god, hier heb je een mooi intro. Het is een soort ride van een uur dat je zeg maar... Je wordt naar binnen geloodst door een of andere vrouw die een soort... Android is en die geeft je dan een pasje naar binnen. En opeens gaat er een gekke laserlichtshow met portal of zo. Echt. En je gaat van kamer naar kamer en elke keer ervaar je weer nieuwe dingen. En het is super vet gedaan. En het deed mij ook een beetje denken aan gewoon zeg maar, zo'n lijpe filmervaring zoals Interstellar of zo met een hele gekke. Weet ik veel. Ja, aan de boekenscène. Precies. Echt dat je denkt van holy shit, dit is echt mindblowing. Ik ben wel heel nieuwsgierig nu. Ik denk dat Tony halverwege dit gesprek gewoon wegloopt. Van, ik ga kijken. Ik ga hem even checken. Ik ga Daniel's moeder backpack meenemen. En ik denk, zoek Daniel's moeder in het spiegeldolf. Want ik denk, het is niet makkelijk daar hoor. Mijn lieftallige vriendin heeft een afdruk achtergelaten voor de volgende mensen die moeten. Met haar gezicht. Oh. Dus je kunt dat volgen en dan weet je dat je verkeerd gaat. Want daar zei ze is tegen een spiegel aan. Ze zei dood. Ja, heb je het ook gezien? Nee, ze heeft nee. natuurlijk zo'n afdruk achtergelaten. Dus dat is doodlopend. Dat kan er net zo goed staan, doodlopend. Oké, duidelijk. Gezicht. Ja, ik bleef gewoon een beetje zo voelen van waar is de spiegel en waar is de deur. Ik liep er ook helemaal zo doorheen. Ja, is het echt, je bent helemaal je oriëntatie kwijt. Dat is het leukste. In een bepaalde kamer is dat echt, zeg maar, echt leuk. Oké, zie ik. Ja, nieuwsgierig. Ja, we mogen ook wel toegangskaarten voor Amaze weggeven. En we mogen ook de mics weggeven. Shout-out naar Blue voor het beschikbaar stellen van alle microfoons. We mogen ze allemaal het publiek ingooien aan het einde. En jij krijgt een microfoon. Dat idee. Dus dat sowieso. Maar... waarom we hier natuurlijk allemaal bij elkaar zijn, is bijna 2,5 jaar talkshow, 100 afleveringen. Ja, ik weet nog de eerste aflevering, daar zat Klappie sowieso in. Bro, wat een verandering, man. Was dat die aflevering over SOAS? Ik heb heel veel talkshows teruggeluisterd. En Klappie had één keer zo'n rare take over SOAS. Dat vrouwen die onbeschermde seks hadden. Als ze één keer onbeschermde seks had gehad, dat je je niet laten testen. Je speelt met je leven, zei hij. Alsof je doodgaat of zo. Dat waren tijden met een beetje edginess. Maar ik moet zeggen, zeg maar, Daan, van waar dat je vandaan komt. En wat je nu neerzet, bro. Hands down, echt heel mooi. Vet. Ik weet dat we in Discord zaten en dat je het zo aan het vertellen was van... Bro, ik wil een talkshow starten, maar dat gaat meer worden dan wat het is. Bro, kijk waar we zitten.
Gewoon live met allemaal streamers. Tony Junior. Chapeau. Die ook een streamer is. En ook nog streamer. Wie had dat gedacht? Wel heel aandoenlijk dat je zegt Tony Junior en Chapeau. Alsof dat een beetje met elkaar te maken heeft. Lionel Messi, Henk van Enkhuizen 5. Henk is ook heeft ook wel eens een schaar gemaakt. Schijnt, per ongeluk. Nee, maar echt heel tof, man. Ja, ik ben echt trots op je dat je het zo ver hebt gehaald, zeg maar. Ja, waarschijnlijk nog verder. Nou, waarvoor dankzij. Maar ik ben ook wel. Ik vind ook wel dat als je vergelijkt met toen we net begonnen, is Twitch ook zo ontploft in de afgelopen 2 jaar. We begonnen natuurlijk en toen was het. Letterlijk hadden we nog niet eens een overlay. En het was een beetje. En mensen connecten nog halverwege. Oh ja, trouwens, ik moet nog even mijn koptelefoon aansluiten. Ja. En nu merk je dat mensen echt gewoon. Nou ja, IRL is ontploft. Tony iedere dag op de scooter. Is dat een belediging dat hij dat de scooter noemt? Nee, ik zou dat niet zeggen. Mijn vriendin is ook motorrijder. Als ik dat de scooter noem, dan is het. Ja, maar je doet ook scooter. Ja, ik zit ook op mijn Vespa. Auto, en op de Harley. Oh, ik dacht dat jouw motor op het bootje. Oh, sorry. Ja. Maar ook zeg maar naast mij ligt wel een beetje de grondlegger van IRL Twitch. Want jij begon natuurlijk samen met jullie die backpack. En dan ik heb hem niet gemaakt hoor, Nee, Stream Doctors wel. Shout-out Stream Doctors trouwens. Maar gewoon daarna is die IRL-scene echt ontploft. Ik weet nog dat we af en toe wat verlaten locaties deden via telefoon. Maar dat was echt geen kwaliteit. Maar daarna gewoon met die backpack en die... Nu heb je alleen maar subbatons. Bijna iedereen doet IRL-streams. Ja, ik vind het wel vet om te zien. Wat anders dan alleen gaming. Dat maakt Twitch ook gewoon heel erg interessant. Maar zie je zoveel IRL-streams? Ik zie best wel veel in Nederland. Nu wel meer dan eerst hoor, ja. Dat wel. Ja. Vroeger was dat echt bijna niet. Als je IRL deed, was dat echt uitzonderlijk. Mm-hmm. En nu, in de afgelopen een jaar, anderhalf, er zijn best wel veel IRL-streams en ook langdurig. Ja, Serpent is daar een groot voorbeeld van. Nou, ik wil altijd gamen, maar dan ga ik ook andere dingen doen. Dan ga je ineens andere dingen doen. Dan ga je ineens 16 uur slapen. Heel ziek. Maar ja, best wel dat is echt een zieke ontwikkeling, dat slapen, wauw. Maar Twitch begint nu ook in Nederland gewoon bekend te worden, toch? Toen ik 5,5 jaar geleden... Zo, kabeltje eruit. Zijn we nog live? Hallo? Zijn we live? Ik zeg al niks meer. Moet ik even mijn neef bellen? Hey, sorry, wat was je aan het zeggen? Nee, ja, ik doe het al 5,5 jaar. En toen ik begon was het echt puur alleen Overwatch. En ik kon gewoon niet eens indenken dat ik ooit in de Efteling zou staan. Of in een vliegtuig op Texel. Maar toen bestond dat helemaal niet. Voor de mensen die onwetend zijn, een vliegtuig in Texel? Op Texel. Oh, ik heb, gedaan, ja. Ja, ik heb dat 2 jaar geleden gedaan. Alleen toen ik begon was het echt alleen puur gaming. En er waren ook niet heel veel streamers in Nederland. En nu is het zo breed geworden. En zie je zoveel nieuwe gezichten die dan ook gewoon blijven. Dat vind ik wel mooi. Maar het is nu gewoon een stuk... Ja, je kunt eigenlijk doen wat je wil. Ja. Want zelfs Just Chatting bestond toen nog niet. Nee. Je kon niet eens dus, eigenlijk mocht het niet dat je niet gamede. Ja, je moest een game gaan spelen. Je moest een game spelen. En nu, als jij 48 uur alleen wil lullen, is dat gewoon prima. Ja, ik geef Rick even iets meer afstand op zijn mic, omdat mensen zeggen, joh, je zit helemaal in mijn oren. maar ik kan me dat nog wel herinneren, want toen ik net begon met de talkshow, zeiden heel veel streamers ook tegen mij van, ja, maar je zit alleen maar te lullen en mag dat wel? En, want dat was echt een ding voorheen. Je begon met Marbles als nachtburgemeester van Twitch, toch? Ja, ik weet het nog. Ik was ook bij de eerste talkshow namelijk. En ik werd door Dino Ricard, shout-out Dino, we doen allemaal shout-outs. Maar hij zei volgens mij tegen jou, want jij had een uitvaller of zo, van ja, Sjors, die kan je misschien wel vragen. En ik vond het hartstikke tof om daarbij te kunnen zijn. En ik dacht toen wel van, oké, een radio-dj die nu aan Twitch begint. Nu begint Twitch in Nederland wel een beetje zeg maar, op te pakken. En ja, je hebt inderdaad heel veel voor het platform gedaan, denk ik, ook met andere mensen binnenhalen. Ik weet niet precies hoe jij bij Twitch gekomen bent, Tony. Is dat toevallig ook een beetje via... Of is dat gewoon helemaal uit je... Zelf? Helemaal zelf? Ja. Wat heb je ermee gedaan? Ik ben 2,5 jaar geleden begonnen met 5 Apex streams. Toen dacht ik ook, ga streamen. Nog gewoon gamen toen nog. Ja, heel erg. Toen was Fortnite nog tof. Okay, toen er nog geen seasons waren, toen keek ik af en toe op Twitch Fortnite streams. En toen dacht ik, ik ga ook Apex spelen. Ja, ik was heel slecht. En ik ging niet een Apex echte gamer. En, maar toen ben ik eigenlijk gestopt. Mm-hmm. Na 5 of 6 streams. En ik besloot... dit jaar om mijn live shows in Taiwan, waar ik op tour was, te gaan streamen. En ik zei ja, want ik kende het platform. Ik denk ik wil even de wereld laten zien hoe Taiwan er nu aan toe gaat. Want alles was op slot. Ja. Oh ja, daar ken ik jou ook van. Hè? Omdat ik toen zei, die Tony heeft binnen een maand partner, vet onterecht. Ja, ik had een keer bij hem in de stream. En toen had ik een verified badge en ik was hey, hoe is het Rick? Oh, hij heeft ze een paardenbed zeker gekocht. Hij is zo inclusive, Rick. Nee, maar toen liep ik daar over night markets en zo. En toen dacht ik, nou,
Maar misschien zijn er ook wel mensen die Nederland willen zien. Toen ben ik eigenlijk doorgegaan. En nu een paar maanden geleden ben ik overgestapt op jouw advies naar Nederland. Ja, het is wel grappig. We hadden een gesprek bij jou thuis. Ja. En we was gewoon, kwamen even een beetje knutselen aan de backpack of zo. En toen zei jij van ja, ik vroeg aan jou van wat wil je nou eigenlijk met Twitch? En toen zei je, ja, ik weet het allemaal niet. Toen was mijn idee van ja, misschien moet je gewoon Nederlands doen. Want ja. Hier, weet je wel, hier zit jouw publiek. En ik denk ook uiteindelijk, je merkt ook de Nederlandse community waar we met z'n allen aan gebouwd hebben, is nu echt een ding, weet je wel. Ja. En die hebben jou ook omarmd. Ik bedoel, ja. Wat was het nou over records gesproken? De Bachelor stream had je bijna 3000 kijkers. Ja, 3000 kijkers eergisteren. Of gisteren. Oh shit. Eergisteren, ja. 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 Maar ja, wat wel mooi is, kijk, van, ik heb het platform zelf gezocht, maar niet om je kont te kussen. Maar deze man hier heeft me wel twee dingen verteld die voor mij heel belangrijk waren voor het hele streamen. Een van de eerste dingen was, dat heb ik je laatst verteld toen we even aan het drinken waren. Ging het over het bouwen van een community? Of gewoon, Nee, over Twitch is heel simpel. Je moet er zijn. Ja. En dat is zo in mijn hoofd gegaan, toen dacht ik, oh ja. En nou, toen kwam ik met de backpack, die kocht ik en... Toen dacht ik, ja, ik ga gewoon mijn leven streamen. Slim, en ja. Daar ben ik hem tot op de dag van vandaag nog heel dankbaar voor. En ook wat hij zei laatst van, ja, Nederlands streamen. En mijn management en iedereen is nog steeds boos dat ik het Nederlands doe. Maar het gaat wel harder dan ooit nu. Ja, en ook zeg maar het uiten. Zeg, als ik nu zou streamen, dit is zoveel makkelijker. Kijk, als ik over een paar weken in China zit, ja, dan wordt het weer Engels. Maar ja, dan is de situatie er ook naar. Maar goed. Zo blijf je een beetje wel wisselen, zeg maar. Ja. Nee, ja, het is gewoon Nederlands. Maar als ik... Met mensen praten. Ja, oké, natuurlijk. Die zijn buitenlands. Ja. Maar je zegt wel van, ik moet Daniels kom niet te veel kussen, maar... Als de gesprekken zo verder gaan, heeft Daniel een record gezet voor de schoonste anus. Ja. Volledig dadelijk. Dat wil ik gewoon wel kwijt. En dan moet mag gewoon minder positief, denk ik. En als ik dadelijk mijn gezicht tussen die cheeks moet duwen, dan doe ik het ook. Maar op mijn beurt. Ja, man. Maar ik vind dat ook, bedoel, nu we toch complimenten aan het uitdelen zijn. Kijk, wat ik leuk vond toen ik begon aan Twitch, was wat anders brengen dan wat iedereen bracht. En hoewel jij dan wel veel gamet, jouw hele verschijning, hoe jij je gedraagt, hoe je je publiek toespreekt, is ook wel iets wat eigenlijk... Ik denk dat iedereen het daarover eens is. Toen jij kwam, hadden we het daar allemaal over. Heb je deze gast gezien? Nou. Heb je deze gast gezien? Oh ja, dat weet je dus niet. Maar dat is wel leuk. Maar ja... Nou, dan spreid ze maar, Daniel, want dan kom ik. Via jouw eerste talkshow heb ik ook een beetje het grotere publiek. En daar was jij... toen hebben we nog een keer nagepraat van... Ik wist niet... Mijn partnership werd een paar keer afgewezen. En ik wist het niet. Ik zeg, ja, wat moet ik doen? En toen zei jij ook tegen mij... Ja, luister, blijf het maar gewoon doen. Dan komt het wel goed. En toen zei jij ook tegen mij... Ik vind het zo mooi aan Twitch nu... dat het tegengeluid ook een plek krijgt. En dat is heel vertederend voor mij. Dat is bijna net zo leuk als toen ik laatst in stream was... en jouw vriendin zei... Weet je wie ik leuk van dit talkshow? Chapeau Nul. En dat ligt ongeveer gelijk wat ik daar het leukste van vind... maar dat vond ik ook heel leuk. Ja, mijn moeder zei het ook nog. Je moet zo maar even je complimentjes gaan halen. Ik zal het dadelijk in de spiegel doorlopen... zal ik het dadelijk zoeken. Moeder, ik kom eraan. Mijn moeder is ook fan, overigens. Ik ook fan van jouw moeder, maar dat heb ik al herhaaldelijk gezien. Ja, precies. Hoe die vrouw in een pan kan roeren... dat kun je Pornhub niet vinden. Wat moet ik doen? Ja, oké. Ik zal een PG-13-versie van de compliment doorgeven dan. Ik heb een lijstje gemaakt met soort van throwback topics. Dingen die veel besproken zijn de afgelopen... OnlyFans Corona. Nou, die staan er zeker. Hot tub streams, let's go. Maar even iets verder terug. 2019, weten jullie het nog? De donatiediscussie. Alert was dat toen toch? Bijna nostalgisch gaan. Ja. Zo, bro. Hoeveel gezeik daar rond was, joh. Nou ja, en ophef vooral over dat wij met z'n allen donaties accepteren, toch? Dat was een heel ding, dat kon niet. Ja. Nee, dat heb ik niet meegekregen. Want gewoon, van wie was de ophef uit, zeg maar? Wie wat? Ja, King Alert dus, die was toch of niet? Was ook het programma Kassa heeft er een hele aflevering aan gewijd. Ja, met Don en Puk die daar toen waren, ja, klopt. Heel veel nieuwsartikels vonden het niet oké dat wij... of dat streamers gedoneerd krijgen. En nu bestaat er bijna niks anders. Je schaft letterlijk een abonnement aan... om naar iemand zijn OnlyFans te kijken... waar niet specifiek altijd content op staat... of constant content op wordt gemaakt. En er is nu een hele andere wereld. Nu is het normaal en geaccepteerd of zo? Maar het ging toen heel erg ook om kinderen van een jaar of 12... die dan naar een Fortnite-streamer aan het kijken waren. En dan, van papa van precies dat. En dat Kassa toen als programma wilde zeggen van... dit is niet oké, je moet die kinderen beschermen. En dan wilden ze dus de functie bij de streamers weghalen, zeg maar. Van alsof het onze verantwoordelijkheid was... of kinderen wel of niet bij ons komt. Dan denk ik, ik vond het altijd meer van de ouders gewoon. Van, let dan een beetje waar je die creditcard laat. Ik denk dat het altijd wel deels een beetje de verantwoordelijkheid bij ons is. Kijk, je moet geen mensen gaan beten voor donaties. Nee, maar die mensen heb je ook.
En ja, maar dat is ook dan, altijd opletten dat is heel met kwalijk. Dat, kijken we, dat doen we niet dan. Dat moeten we niet meer doen dan. Nee, jij streamt wel belangrijk, toch? Maar jij zegt we niet mensen beter voor donatie. Ja, kijk, je hebt van die mensen die bijvoorbeeld zeggen... Ja, als je nu 10 euro doneert of zo, dan ga ik iets helemaal geks doen. Dan heb je van die kinderen die misschien zonder toestemming... toch wat gaan doen met geld van hun ouders of zo, snap je? Maar ik ben wel heel erg, en dat heb ik toen ook gezegd... en dat geloof ik nog steeds in... dat is toch de verantwoordelijkheid van de ouders, denk ik dan? Ja. Waarom zouden wij ons druk... Dat moet de creditcard toch niet hebben dan? Nee, precies. Ja, ja. Als Tony wil zeggen van nou, ik ga voor 2000 subs een tattoo zetten... Ja, ordinair zou ik dat vinden als hij dat zou doen. Dat zou, ja, ik zou dat niet doen. Ja. Maar dan moet dat toch kunnen, of vind jij niet? Deels wel. En ja, er is een verschil, zeg maar, denk ik, in de manier waarop. Ik zit natuurlijk best wel lang op Twitch. En je hebt van die mensen die best wel misbruik maken van iemand zijn intenties op Twitch. Als jij bijvoorbeeld een band hebt gebouwd met iemand op je stream... dan kom je vaak best wel mensen tegen die hun op een of andere manier willen manipuleren... om daar geld uit te halen. En dat vind ik dus niet positief, of dat je jong of oud bent. Nou, het kan wel ook zijn dat iemand een bedrag doneert... dat je dan heel overdramatisch reageert met... oh nee, niet doen! En dat het dan door blijft rollen met... oh nee, niet al je geld geven! Dit brengt mij terug naar mijn eerste talkshow. Toen heeft Rick mij heel veel verdienmodellen van Twitch geleerd. Die had het de hele tijd over dit werkt, de merch. Hij had het de hele tijd erover. Maar ik heb dan een ding, en dan moeten jullie... vroegtijdig zeggen als dit niet mag van Twitch. Want dan zeg ik, nee, sorry, dat is meer een idee van mij. Maar als er een kijker een beetje vervelend is... of een bepaalde mening aanhangt waar ik een beetje tegenstrijd ben... dan geef ik hem eerst een time-out. En dan zeg ik, als je daar terugkomt, dan mag je blijven. Moet je wel subben. Ik denk dat Twitch-services verkopen is voor geld dan. Ja, maar dat mag dus dat mag niet. Daarom doe ik dan ook niet. Dat doe ik ook niet dan. Heb ik nog nooit spijtig. Gedaan. Ik zou het wel proberen alsnog. De chat schreeuwt wel heel hard. Dit is Rick's verdienmodel. Rick, waarom reageer je hier niet op? Jij schijnt vaak mensen uit te lokken om te doneren of te subben voor niet. Nee, boeit me echt niks. Ik heb genoeg geld. Ja joh, hou maar. Nee, maar ik denk ook dat er echt een verschil is hoor. Kijk, tuurlijk, uiteindelijk ligt het altijd de verantwoordelijkheid bij de ouders. Maar vaak weten ouders niet dat kinderen bijvoorbeeld verkeerd met hun geld omgaan. En dat is dan misschien... Kinderen hebben niet eens geld. Wat is het een zeiken? Ja, ik had niet eens kinderen geld. Hebben niet eens geld. Ze weten niet eens hoe internetbankieren werkt als je onder de 12 bent. Ik weet niet hoe kinderen vandaag de dag zijn. Maar toen ik 12 was ik super skeer. Voor 2 euro kon ik superveel snoep halen. Dat ga je ze niet weggeven. Wij zijn 90s kids, bro. Wij hebben de hel meegemaakt. Nu krijgen ze tablets, iPhones. De 90s was bij ons gewoon... Dat was geen Sabrina. Ik zat op straat. We hadden ook gewoon internet. Maar dat ging dan zo... Maar dat was wel gewoon internet. Maar er zijn toch niet heel veel kinderen van 12 met duizenden euro's op hun rekening? Ja, maar het is toch heel simpel. Als jij jouw kind een tablet geeft... dan zet je daar toch gewoon een wachtwoord op... op het moment dat hij een creditcard gaat gebruiken. Ik vind het gewoon verkeerd als het mogelijk is voor een kind... om heel makkelijk dingen te kopen via creditcard. Wat een service. Soemie, mag ik er ook nog eentje zo? Soemie, net ook een beetje op jezelf, Soemie. Maar wat is dan nu, algeheel het ding? Dit is een topic uit 2019. Ja, het is eigenlijk niet meer zo'n issue. Maar ik dacht gewoon even een beetje de highlights van afgelopen 2 jaar. Dit was echt een issue. En nu is het eigenlijk de normaalste zaak van de wereld. Ja. Ik ben wel benieuwd. Maar waar is die switch geweest dan? Ja, ik bedoel, we weten nu, Kingelucht die farmt nu zelf ook donaties op via OnlyFans. Dus dat is gewoon een beetje, Maar die hele discussie ook bij Kassa, dat speelt nu gewoon niet mee. Ik heb het idee dat die discussie ineens gewoon maar was het ook niet omdat het opeens onder de radar kwam van de populaire media en dat ze denken, oh... Ja, maar dat is altijd toch? Ik bedoel, als er iets is om content creators of influencers mee te pakken... dan is het, ze zijn evil, ze pakken het alleen voor het geld. Je hebt nog steeds wel dat heel veel mensen roepen... dat we talentloze sukkels zijn die te veel geld krijgen. Ja, tuurlijk. Dat heb je natuurlijk wel nog steeds. Dat is een beetje mensen hebben wel gelijk. Wat doe je nou eigenlijk, Chapo? Je bent alleen maar aan het knikkeren, man. Ga zo met je leven doen. Ik kan niet veel... nauwe gesnedere hemdjes aan blijven doen. Dus je moet eens een keer een sportstream doen. Ja, doe eens een sportstream. Deadlift with me. Nee, want weet je, een van de grote fouten die ik hier al hoor... is denk ik dat jullie je publiek niet minachten. Want het publiek moet volledig geminacht worden. Tenminste, dat is in mijn stream wel. Want ik ga niet in een sportstream dat ik gewoon reps aan het doen ben... Hè, met dumbbells van 50 kilo... pressen en dat er dan één kind van 12 in die chat komt en die zegt nice form bro of zo. Nou, dan smijt ik mijn telefoon al dwars aan de sport. Nou, weiger ik aan mee te doen en dat soort. Heb je er echt gevoel voor? Als ik het er nu al over heb, dan word ik al boos daarover. Maar gewoon maar dat echt? Die mensen dat serieus? Lef hebben om dat te zeggen. Maar, ja.
Er zijn ook mensen... Ik speel heel veel League of Legends. Het zit wel allemaal... Mijn bloeddruk is sowieso al heel hoog de laatste dagen. Man, het is in en al zout. Nee, maar je krijgt natuurlijk wel kritiek ook van kijkers met de streams die je nu doet. Heel veel. En dan zeg ik inderdaad, je bent geband. Of je moet papa's creditcard erbij halen en dan word je gesubbed. En dan kijk ik wel langs jouw tekst heen. Zolang die nul maar voor je naam is. Ik heb vaak wel zo'n dilemma. Vooral als ik Just Dance doe, dan zijn er vaak... Vandaag waren er toevallig echt 5 mensen die zeiden, laat je tieten zien. En ja, ik denk dan, ja, ik moet er gewoon om lachen. Dat interesseert mij niet zoveel. Hè. Maar ik heb dan echt zo'n intern dilemma van, ga ik hier nu gewoon volledig op in? Of ga ik die persoon alleen bannen en geen aandacht geven? Want ik vind het eigenlijk ook wel leuk om een gewoon... Een combinatie van beide is meestal lekker. Is gewoon even flink. Dus ik reageerde vandaag van, ja, dit is niet de manier om te vragen of ik mijn shirt uit ga doen, jongens. Het is het op een andere manier. Ja, dat is het. Achter een duidelijke paywall staan die foto's. Moet je op minimaal tier 3 sub zijn, dan praten we. Dat zeg ik ook, dat doe ik ook altijd. Ik, nu je het hier toch over hebt, ik vond een topic vandaag op Reddit. En dat was een vrouwelijke streamer en die beklaagde zich over het feit dat soms dan iemand iets liefs voor haar doet. Dus bijvoorbeeld subt of een grote raid geeft of zo. En dat andere viewers diegene dan gaan uit, oh, je doet het alleen maar omdat je een sim bent. En je bent weet je wel, ja, dat heb ik best wel veel eigenlijk. En zij zei van ja, dat vind ik eigenlijk heel kut en ik weet niet hoe ik daarmee om moet gaan. Want ik wil aan de ene kant die viewer wel aanpakken. Maar aan de andere kant heb ik het gevoel dat ik het dan alleen maar erger maak of zo. Ik heb eigenlijk wel exact hetzelfde. Want ik heb soms mensen die doneren dan geld. En ik heb dan ook wel een gesprek met die persoon gevoerd. Van ja, er zijn geen intenties. En die persoon zei van nee, ik doe dat puur om jou te supporten. Kijk, of het zo is, daar ga ik niet achter komen. Maar er zijn dus wel veel mensen die reageren dan in chat. Van oh, mag ik dat zeggen, dat woord? Simp? Ja, als je niet tegen iemand reageert in je context. Simp en aandacht en zo. Ik weet gewoon inderdaad ook gewoon niet hoe ik daarmee om moet gaan. Wat de juiste manier is om dat af te kappen. Want ik wil gewoon wel, ik ben daar wel heel dankbaar voor. Maar ik wil ook niet de chat te veel. Maar het is ook een soort Twitch-cultuur, zeg maar. Het is niet eens dat die mensen dat soms ook echt menen. Het is gewoon handeling, reactie, een soort Pavloviaanse. Ja, maar ik vind het gewoon vervelend als geconditioneerd. Als iemand iets liefs doet en er komt vanuit de chat dan heel negatief reactie op. Dat vind ik vervelend voor die persoon. Ja, maar dat is weer hetzelfde van gewoon namen in een chat. Dat gewoon, kijk, als het de persoon is die vaak terugkomt in de chat, dan krijgt die persoon een beetje kleur en een gezicht. Maar gewoon namen, net als op Twitter, zeg maar, van die avatar. Ik zit niet op Twitter, zeg maar, zie je van die anime-avatartjes die dan jou beledigen. Zo denk ik, ja, dat is toch niks? Dat kan net zo goed een computer-gegenereerd ding zijn. Dat zijn holle berichten. Ja, maar als die, dan doneert iemand mij €50 en die krijgt vanuit de chat echt allemaal negatieve reacties, ondanks dat die persoon vast ook wel weet dat de mensen in de chat gewoon mensen zijn, gewoon achter een computer. Kan ik me best wel voorstellen dat je daar gekwetst van raakt. Maar wat doe je daar normaal gesproken tegen? Wat zeg je dan? Ja, niks. Ik reageer daar eigenlijk gewoon niet van. Jongen, je zit er niet zo flauw doen. Nee, fuck hem. Boven de €50 reageer ik wel. Onder de €50 niet, man. Ik heb wel zoiets van, als iemand bijvoorbeeld, als je ziet dat jouw chat negatief doet tegen iemand die iets positiefs naar jou toe probeert te doen als streamer, dan vind ik wel dat je, ook al zou hij misschien in andere mensen hun ogen simp zijn. Kijk, het ding is, mensen op het internet zijn best wel gemeen. Heel naar. Die zeggen heel vaak dingen zonder erover na te denken. Mensen kunnen echt over de meest lijpe dingen kritisch zijn. Precies. En het is heel vaak dat die dingen die ze zeggen, die zouden ze nooit in het echt uitspreken. En dan vind ik ook, zeg maar, dat je als streamer dat gewoon kan aangeven aan je chat. Tuurlijk, van, yo, mannen, ik heb juist respect en liefde dat die guy dat durft en dat doet voor mij. En om de stream te supporten. En als jullie dan als chat hem gaan uitlachen, vind ik dat gewoon gemeen. Ik heb wel een ding wat we vroeger wel een keer besproken hebben. Zouden jullie het een goed idee vinden als iedereen op Twitch je identiteit zou moeten verifiëren? Ja dat voor manier. Alle social media onder die. Ja. Zoals bijvoorbeeld bij YouTube. Dus niet dat wij allemaal kunnen zien hoe jij echt heet. Maar dat Twitch het weet. Ja, dat Twitch is de beheerder. Die weet van iedereen wie erachter zit. En als jij op een gegeven moment echt over de scheef gaat, dan kunnen ze je gewoon een persoonlijk mailtje sturen met hey Shores, we weten wat je aan het uitverspoken bent op ons platform. Houd er eens mee op. En dan weten we Shores. Ik vind het mee op. Houd er eens mee op. Bij Fem tegen. Sorry Fems. Ik vind het wel jammer dat je niet reageert op mijn €50. Ik vind het conceptueel sterk, maar ben dan toch bang of het op een bepaalde manier uitlekt of zo. Ik denk dat we toch zo min mogelijk instanties zoveel mogelijk data moeten geven. Ja, maar is er geen manier om je dan te identificeren? Want nu zijn ook even van die haatmeet. Dan wordt het gewoon een foto van je ID-kaart sturen. Maar is er dan geen manier? Dat is een tussenweg inderdaad. Want dan zou dat ook tussenweg. Hoe ga je anders bewijzen? Ik kan ook gewoon zeggen, ik ben Shores, ik ben dan en dan geboren en ik ben een man. Ja, wat is de info dan nog die een kijker niet heeft en jij wel? En ik denk dat er ook heel veel mensen juist op internet zitten en anoniem willen blijven. En dan zou ik dat niet
Ja, dat is wel zo. Maar ja, weet je, ik vind sowieso met... Ja, maar dat is ook wel het mooie van internet. Het is ook het kutste van het internet. Ja, dat is. Allebei. Maar zouden jullie het dan willen, zeg maar, dat het een soort modus is dat je als streamer aan kan zetten? Ja, verified. Ja, verified. Only. Kijk, maar het was er dan de tussenweg en daar is... Ja, keuze. En boom. Keuze. Ja. Maar Rick zegt bijvoorbeeld nu ook van... Ja, wat als mijn ID toch wordt gelekt? Nou ja, laten we vertellen. Na die coronavaccinaties was een heel nieuwsbericht... met allemaal gegevens van mensen die op het internet zaten. En ik denk dat ondertussen, als de overheid of iemand die jou wilt vinden... echt goed moeite doet, ja, want die echt wel alles van je te vinden heeft. Dat vind ik dus ook een beetje... Zeg maar met je ID, om dat een beetje tegen te gaan... dat mensen hele slechte dingen gaan doen. Want je moet ook denken, er zijn best wel veel predators op het internet. En daar is het misschien ook wel heel erg goed voor... om zulke mensen te kunnen behoeden of te bestraffen. Nou, je hebt op zich een goed punt, want jij zegt van... ja, ze weten toch al wie het zijn. Nou, dat is ook zo, want we hadden de afgelopen tijd... was er veel te doen over haat raids. Dus dat je bijvoorbeeld geraid wordt en dat dan je hele... stel, je bent gay... dan wordt je hele kanaal met allemaal nare dingen over homo's volgeplemd. En dat is best wel een probleem. En Twitch wil daar natuurlijk wat aan doen. Dus wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben twee gasten opgespoord die dit hebben gedaan. Veelvuldig bij streamers die bijvoorbeeld donkere huidskleur hebben... maar ook LGBTQI-streamers. En die gaan ze nu aanklagen. Dus er komt een rechtszaak tegen voor twee kijkers. Maar is dat die haatrace met die Has, die namen erin? Die Hos. Ja, die heeft mij ook al een keer gefollowed, geloof ik. Maar niet zijn dat die? Ik weet het niet specifiek. Maar ik weet in ieder geval, er zijn twee individuen... en die worden nu door Twitch... Was er niet één daarvan een Nederlander? Ik las zoiets op Twitter, volgens mij. Misschien ben ik nu allemaal... Nou, ik heb een bericht gekregen van... Twitch? Moderator van iemand? Nee, ja, ik ben niet de haatreder. Ik zou niet eens weten hoe ik eraan moet beginnen. Dan moet ik de berichtjes allemaal individueel intypen, want anders weet ik niet hoe het moet. Maar die zei, een moderator uit iemand chat van... er is hier een keer een haatreed uit jouw naam geweest. Huh? Chapeau Nul, en die had ook allemaal foto's daarvan. Huh? En Chapeau Nul reed en dan iets over een derogatory term, over een zwart persoon. Ja, maar, een hele lijst van die... Maar ik snap de hele term de haatreed niet, want als... Ja, dat is zeg maar als... als ik reed jou, Het is een bot, door een bot wordt er een reed gemaakt, kunstmatig. Oh. En die zeggen dan zeg maar, bijvoorbeeld Tony Junior zegt dat jij insert gemeen ding over die streamer, ja. Maar dit heeft Twitch zelf toch gepost, dat er ook een soort van... Dat de streamers zeiden van ja, die zijn, kom op, er is een protest geweest. Ja, dat ja. En daar is nu, kijk, en daar was toen ook van. Het lastige daarmee is dat Twitch niet alles kan zeggen wat ze doen, natuurlijk. En nu hebben ze handelingen, maar toen zeiden ze van ja, waar blijft de reactie van Twitch? Ja, Twitch is waarschijnlijk achter de schermen hiermee bezig geweest. Ja. En dat konden ze dus niet zeggen, maar toen was van ja, waar is de reactie van Twitch? Nou, die is er nu dan. En dat is goed dat ze het gedaan hebben. Ja, wat is de reactie dan? Nou, dus die aanklagen. Aanklagen echt. Dus er worden twee mensen echt voor de rechter gesleept. Die gewoon voor achter hun computertje hebben. Die dus gewoon het N-woord op 1000 verschillende manieren in een bot gestopt. Ja. En dat krijg je dan in je kanaal. Ja. Ja, en kijk, wij hebben natuurlijk in die zin... Ik kan me voorstellen dat weet je wel, voor ons hebben wij makkelijk praten. Maar ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld voor femmes... Dat meer een ding is voor vrouwen überhaupt gewoon. Ja, ik heb niet zo'n haatrate gehad met berichten, maar ik heb vooral heel veel van die followbots gehad. En gewoon mensen die gemene dingen zeggen over mijn lichaam. Kijk, normaal, ik zeg altijd van ja, het interesseert me niet. Maar op het moment dat er heel veel haatberichten komen, op het moment dat ik bijvoorbeeld Just Dance aan doen ben, tuurlijk raakt het je, daar ga ik niet over liegen. Maar je moet toch wel als streamer gewoon een dikke huid hebben, toch? Ik bedoel, ik weet waar ik aan begin. Ik bedoel, ik sta daar gewoon met mijn sportkleding. Ja, dat is gewoon een risico dat ik loop en ja, dat accepteer ik. Maar eigenlijk zou het niet moeten kunnen. Eigenlijk zijn ze alleen maar gek op je, maar ze zeggen het. Sorry jongens, ik heb geen... Zeker wij niet, behalve Sjors met zijn €50 donaties. Ik heb wel een... Zijn allemaal complimentjes. Ja, Sjors, ik heb je nou al 10 keer gezegd. Ik ben niet single, hou nou een keer. Ja, sorry. Dit is ook wel... De creditcard van zijn moeder gebruikt hij de hele tijd. Hè? Ja, dus dat proberen wij tegen te houden. Dankjewel voor de 300 subs. Kijk, als je met haatstreams en naar gamerculture toe... Er was laatst nog een bericht over dat vrouwen niet kunnen gamen... en al dat soort onzin, zeg maar. Het is nog steeds dat klassieke media ergens in een of andere gat zit of zo... en niet begrijpen dat gewoon vrouwen hartstikke goede gamers kunnen zijn... en ook gewoon... echt gewoon fucking goed kunnen streamen zonder hun cleavage of dergelijks te laten zien. Want er zijn er duizenden van. En alleen, ik vind jammer, zeg maar, dat binnen bepaalde cultuur dat niet wordt aangetoond en meer aandacht naar wordt gegeven. Het komt vanzelf toch gewoon. Ja, maar het is ook altijd, wij weten, kijk, al de
modale, normale mensen weten dat dat zo is. Alleen ook in media, zeg maar. Media is... Ik ben tegen media dat wordt geregeerd door de overheid. Net als in Polen nu. Dat er is eigenlijk geen vrije media meer in Polen. Maar daar ben ik eigenlijk tegen. Maar dan zie ik clickbait, zeg maar, clickbait journalistiek hier. En dan denk ik... Maar misschien is het ook wel een beter alternatief op dit. Want daar daar krijg je een kleine hersenbloeding van altijd. En daar, de Amorans in die foxen, dat is interessant. Hè, de femme die achter de DJ-tafel staat en succesvol daarmee is. Ja, dat is moeilijk om nou te zeggen. Dat is niet interessant. Maar dat is ik zou niet op het nieuwsartikel klikken. Rauw speelt hele fatsoenlijke muziek achter DJ-tafel. Ja. Dat is geen van, oh, daar ga ik er snel op klikken. Ik vind dat het juist goed is. Want zeg maar, er zijn zoveel vrouwelijke maar het is gewoon voor commerciële media gewoon niet interessant. Nou ja, kijk, ik laat Tieten zien en krijg miljoenen euro's. Dat is interessant. Mathia en ik stonden laatst in de Panorama met 6 pagina's. Op Centerfold dan, want dat was vroeger wel. Ja, ik heb vroeger. Dat zal ik nu een klein beetje bekennen. Ik had vroeger een panorama verstopt achter de bank van mijn ouders. Oh. En dan ging ik stiekem naar de vrouwen kijken. En toen vond mijn moeder hem. Maar toen was het klaar met de kleine rukperikelen van de kleine Chaponul. Dat ging niet meer. Sorry, fams, ga verder. Ja. Hey, wat heb jij erover te zeggen? Nee, ja. En ik denk de reden waarom zij ons uitgenodigd hadden was niet omdat wij alleen gameden, maar omdat we IRL streamden. Dus er moet echt een meerwaarde zijn voor de media om ons of een reek met die Subbaton doen. Of, dat moet een reden zijn om zeg maar in de media... Het moet op een manier live zijn en dan opeens stikt de media aan. Anders zijn, zeg maar. Gewoon gaming vindt de media niet zo heel interessant. Maar dat heb ik als Twitch-kijker ook, hoor. Ik zeg je eerlijk, als een van jullie League of Legends zit te spelen, dan klik ik het niet aan. Dan weet hoef ik je niet zomaar te zeggen, Daniel. Vind ik lullig. League of Legends is echt een vrij redelijk spel dat leuk is om te spelen. Nee, League is gewoon kut. Sorry. League of Legends is een prima spel. Je moet wel je bloeddrukmedicijnen bij de hand hebben, maar voor de rest is prima. Nou ja, het zijn twee kanten toch. Aan de ene kant kijk je een streamer voor als je in die community zit, echt voor de streamer. Maar aan de andere kant vind ik het ook wel leuk om leuke content te zien. Dus als bijvoorbeeld Rick IRL het buiten is, dan zal ik sneller klikken dan no fans, zei Rick. Dan als hij achter zijn bureau zit. Als Mario verkleed. Als slapen in zijn carsbed. Nee, snap ik. Nee, maar ik vind het wel moeilijk eigenlijk wat jullie nu over hebben. Want ik ben dan nog wel traditioneel eigenlijk meer gewoon een gamer. En ik vind IRL... Ik vind zeg maar, IRL wel geinig. Maar ik zit dan te denken van ja, dan moet je echt gekke dingen doen. Want anders, ik zie mezelf niet doen op een bank zitten, een beetje lullen. Hoezo? Dat vinden mensen ook leuk. Nee, maar, maar het is wel sociaal... Het is, ik ben niet een sociaal wonderkind. Dan is het wel moeilijk om jezelf met de camera ergens te laten vinden. Ik vind het hier al, net kwam die man die zei van, ik maak een paar shots van je aan de bar. En toen dacht ik heb de verkeerde bedrijfstak gekozen. Zal ik hem nou maar leeg drinken? Want anders moet ik daar naar de camera gaan kijken. Dat is wel moeilijk. Ik vind dat wel knap dat jullie dat doen. Ja, het is niet zo dat ik denk dat ik het niet zou kunnen. Maar het is meer dat ik gewoon bij mezelf zou zeggen van, ja, dit vindt toch niemand leuk of zo. Zelfs zo moet je niet denken. Kijk, er zijn genoeg mensen die dat willen zien en die... Ja. Je bouwt een connectie. Kijk, mijn grote voorbeeld is Casey Neistat. Dat is Casey. Ja, tof. Ik ben hem gaan kijken. Iedere dag een vlog. En na 2 weken was hij mijn vriend. Ja. Ik ken hem niet. Ja, ik snap het. En ik denk dat ook met een IRL streamer is. Ja, maar jij bent wel geboren zeg maar, met de charme slider volledig open. Ja. Ja, dat is wel zo. Jij ook wel. Ik ben helemaal af. Er zijn genoeg mensen die daar niks mee hebben en die vinden hem veel leuker. Snap je? Dus, nee, maar jij, als jij in een sociale omgeving je begeeft, dan is het net zo natuurlijk met als zonder camera. Als jij daar zit, dat komt heel natuurlijk over. Je hebt ook wel die real life. Zeker in Amerika heb je zeg maar die groep mensen in Texas die een beetje bij elkaar komen, zeg maar. En die trekken elkaar dan ook in die real life streams. En dan zie je gewoon de mensen die erbij getrokken worden, soms zeggen van, oh, die voelt zich niet, dat werkt nu niet. Maar die andere mensen die dat van nature doen, dat werkt wel. Dat heb je een beetje, dat verschil is er wel degelijk. Ja. Voor niet iedereen is dat gewoon een natuurlijke optie. Ja, maar hiermee
demotiveer je eigenlijk hem om te IRL'en. Nou ja, dat doe ik. Nee, maar dat komt goed. Ik zou het jou superleuk vinden om naar hem te kijken. Ja, maar wat doen we dan duizenden anderen? Maar waar het vandaan komt is ook meer omdat ik natuurlijk... Ja, weet je, ik ga wel eerlijk zijn. Een game spelen is wel iets simpeler. Want de game doet gewoon het doel wat je moet bereiken. Weet je, een verhaal verder spelen. Ik snap zeker wat je wilt. Ik ben bijvoorbeeld niet echt Daniel's soort content. Daniel heeft echt streams waar hij gewoon zit, camera, muziek, praten. Ja. Ik vind dat dan eng, want als er dan niks is om over te praten, dan valt het zo dood. En dan vind ik het chiller om Harry Potter te spelen. Precies. En als het dan saai is, dan heb ik tenminste op de game. Op de game, precies. Ja, maar dat heb ik met de muziek. Ik denk gewoon, als ik even niks te zeggen, zet ik gewoon die banger wat harder. En dan Door. Ja. Maar ik denk dus met IRL, ja, dan wil je toch ook een soort doel creëren voor jezelf. Van jongens, we gaan vandaag dit en dit doen. Ik denk, ja, mijn leven. Ja, ik zeg je één ding. Ik heb heel vaak een doel dat ik 's ochtends wakker word. Ik denk, we gaan dit en dit en dit doen. Maar mijn allerbeste en leukste streams. Toen werd ik wakker en ik had geen idee wat ik die dag ging doen. En dan sling je gewoon aan en dan... Dan je 3 uur lang iets zitten te naaien. Mijn eerste stream die ik van jou heb gezien was dat je koffie met de sok aan het maken was. Dat was diep gezond. Dat was een hele goede stream. Was het om te proberen of had je geen koffie? Het espressoapparaat was kapot en ik had wel mijn bonen op. Ik heb geleerd niet naar de chat luisteren, maar je moet heel goed. Ik heb op stream wel eens knakworstjes verwarmd met een vaccinelichtje. Gewoon echt een blik boven een vaccinelichtje gezet, gewoon 2 uur lang. En toen waren ze gewoon warm. Wat zijn dit voor skeren? Knakworstjes maak je nooit iets van knakworstjes. Ik drink liever koffie uit de sok dan überhaupt de beste knakworstjes in de wereld. Knakworstjes, dat is een soort ziekte die de Nederlandse cultuur heeft voortgebracht. Net als hak conserveergroenten. Daar moeten we zo snel mogelijk mee stoppen. Dat is een zieke grap van de babyboomers die ze met ons hebben uitgehaald. Daar moeten we van afstappen. Progressie is afstand doen van hak. Leverworst. Stop met leverworst. Waarom? Chapeau, absoluut. Het is gewoon lekker. Nederlandse cultuur. Waar? Even centraal. Ik wil het even terugbrengen een beetje naar Twitch. En naar het feit dat dit toch ook een beetje een soort viering is van waar Twitch Nederland nu staat. Wat waren voor jullie een beetje de highlights van de afgelopen jaren? Waarvan je denkt, als ik terugdenk aan zieke shit die er op Twitch is gebeurd in de afgelopen 2-3 jaar, dan denk ik toch wel aan... Voor jezelf of gewoon in het algemeen? Mag allebei. Even nadenken hoor. Dan wil ik iets wat wij gedaan hebben. Dat was die DJ Pop stream op locatie. Die vond ik zo ziek. Ik was haar echt... Voor de mensen die geen idee hadden, we hadden toen DJ Pog hadden we ergens gewoon aan de waterkant gezet bij Tim in de achtertuin. Beetje lampjes erbij en draaien. Ja, maar je moet je voorstellen, het was echt gewoon super chille muziek. En je zag die zon gewoon naar beneden gaan, zeg maar. Dat was echt... Jij brengt dat wel heel idyllisch. Je kunt nog steeds terugkijken op het kanaal van Daniel, volgens mij. Hij staat er nog steeds, ja. Ja, dat vond ik wel cool. Ja, de subbaton van Rick, ik bedoel, dat is wel natuurlijk... Dat is wel echt, toch? Ja, laten we daar dan even... Het is in principe een normale stream, maar dan langer. Dus als je het op die manier relativeert... Ja, maar je bleef wel actief, zo. Je ging wel dingen doen en zo. Het was zo'n constante factor, zeg maar. Je ging slapen en dan was je er en dan werd je wakker en dan was je dan nog steeds. Ik heb hem echt als los topic staan. 2020, de opkomst van de grote subbaton. Ja. Het begon allemaal met, hoe heet hij nou, die Amerikaan? Ludwig. Ja. Wie heeft eigenlijk record in Nederland voor de langste subbaton? Ben jij dat? Mira Masa, toch? Het was een chick die is allemaal Engelstalig. Ja. Die heeft anderhalve maand. Nee, Nederlandstalig Sjaak met een maand, geloof ik. Shakir. Maar 1 januari 2022. Oh, Rick, doe een nieuwe subbaton. Stop zijn hand, stop je hand. Maximaal een jaar. Ik ga maximaal een jaar door. Echt? Hey guys, dat wordt met geld gooien. Begin hoe heb jij hem op een gegeven moment gestopt? Ik weet even niet meer hoe dat eindigde. Ik had dus afgesproken met een paar vrienden. Om te gourmetten. Wel echt een kutreden. Ik vond het gewoon te kut om het af te zeggen een dag van tevoren. Dus ik had op een gegeven moment gewoon gezegd, jongens, na 2 weken is dit stop ik. Maar en dan het is ook wel serieus. Maar dat punt ergens hebben is toch ook wel op een bepaalde manier het was wel echt heel fijn in mijn hart dat ik wist, na 2 weken is het af. Inderdaad. Maar jij denkt, ik ga nu een jaar maximaal door. Dat is een heel jaar, ja. Ik moet met mijn vriendin echt overleggen. Jij wil hier vloeibaar goud wil jij hier gedrapeerd. Ik heb wel even de rekensom gemaakt met hoe ik de timer wil doen. Ik ben heel bang dat hij te vroeg eindigt. Het is gewoon lullig. Dus ik wil wel een royale timer doen. Liever niet aan sleutelen. Maar ik heb wel berekend, als je een jaar bezig bent, kun je wel meteen een huis kopen, ben je wel klaar, zeg maar. Nee, precies. Maar als jij nou al die donaties aan Fem dan even... Ja, zal ik zeker bij jou... Dan kan lekker doorstreamen. Ja, maar jij zei, ik wilde gourmetten, maar jij zette de... Dat kan ik me nog herinneren, de subbaton uit. En anderhalf uur later was je weer online. Zei je, dat is wel een leuke flex. Ja, dat is weer online. Ja. Maar dat was echt anderhalf uur gourmetten en je was weer... Nee, gourmetten was de dag erna. Oh, gotcha. Ja, ja. Maar je stopte gewoon niet met streamen. Je had al zoveel achter de rug. En daarna,
Ja, ik ga even douchen, plassen, kom terug. Is weer live. Far Cry spelen of zo. Ik dacht, dat was wel mooi. Het is ook wel een beetje, daar krijg ik wel een beetje respect voor. Ik merk het hier ook. Ik denk misschien ook wel een beetje, als ik nu meteen weer terugkom, denken mensen wel, nou. Maar Rick, hoe voelt dat dan? Als je hebt dan een maand gestreamd en dan ineens niet. Is dat dan niet raar? Voel je dan heel raar. Ik had het toevallig laatst bij Tony, was ik op zijn feestje. Een beetje vergelijkbaar. En toen hadden we een gesprekje. En toen opeens was het, dit is de allereerste keer ooit dat wij elkaar spreken zonder camera. Ik ben altijd bij Tony IRL. We hebben nog nooit gewoon een gesprek gehad zonder camera's erbij. Maar merk je... Maar hebben jullie dan niet wat... Ik zeg jullie heel eerlijk, kijk, ik bespreek bijna alles op stream en ik ga best ver. Maar ik heb toch het gevoel alsof ik bijvoorbeeld met Tony een persoonlijker gesprek heb als die uitstaat. Ja, tuurlijk. Ja, toch wel, hè? Ja. Ik heb met Tony ook het gevoel alsof hij ook... kijken en je gaat iets minder... Je spreekt ook een beetje tegen een derde telkens. Je spreekt al een beetje de chat. Je gaat iets minder de diepte in, toch? En ik let misschien iets meer op mijn woorden. Ja. Zo. Maar ik vraag me af, Rick. Wat ik me altijd heel erg afvraag bij mensen die hele lange subathons doen. Wat is bijvoorbeeld jouw masturbatieregime? Normaal. Heb ik het gedaan? Ja, zie je wel? Dat Tony dat ook kan vragen. In het begin... Dat is gewoon hele normale vragen. Ik vind dat jij heel veel oordelen doet. En dan wil ik erop ingaan, dan schiet het niet op. Nee, ik heb op een gegeven moment, in het begin heb ik echt nog gedoucht. Op stream. Ja, ja. Toen op een gegeven moment was ik er klaar mee. Zei ik, jongens, ik ga even douchen, een kwartiertje. Even de timer wel pauze. Ja, ik vond wel, als ik niet in beeld ben, subbatons van de pauze. Oh, ja. En dan weet je dus... Dan was ik even een kwartiertje douchen, maar ik kan ook prima een fapje leggen onder de douche. Ja. Even mijn vriendin in bed in duiken. Dat is allemaal over. Dat weten we dus bij jouw volgende subbaton. Als hij uit is... Douchen kan alles betekenen. Dan weet je zeker dat... Hoe filmde je eerder dan dat je aan het douchen was? Echt, camera... In de badkamer en dan met kleding aan douchen. Met kleding aan douchen. Dat heb ik een paar keer gedaan, jongen toch. Maar ik moet wel zeggen, zeg maar, Rick, Tony weet ik niet 100% zeker, en Daniel. Jullie zijn zeg maar best wel real op stream. Dus vaak ben je heel erg jezelf. Maar je hebt heel vaak streamers die een persona opzetten. Maar als ik dan heel real ben even. Ja. Ik denk dat dat misschien ook wel bij jou een valkuil is geweest. Ja, zeg maar, ik hou me dan in, hè. Je streamt Fortnite. Wat wil je doen? Ben je met ziektes schelden tijdens Fortnite? Ja. Soms ben je gewoon zo mad in Fortnite, denk je, dat kan niet. Want er zijn gewoon best wel veel jonge kijkers. Als je het dan juist doet, dan heb je zoveel lading. Ja, op zich. Ik heb het een paar keer gedaan op stream. Dan sta je op Dumpert, hè. En weet je, maar het ding is, kijk, met heel veel streamers die bijvoorbeeld ook een subathon proberen, die vallen dan bijvoorbeeld door de mand, omdat ze zichzelf dan op een bepaalde manier niet kunnen inhouden of van die persona afstappen. En dan gaan mensen zich vragen, gaat het wel goed met je? Wat ben je aan het doen? Dit is niet hoe jij normaal gezien streamt. Want de meeste mensen die gaan ook live met, yo allemaal, welkom bij de stream! Helemaal kei energiek. Als jij 18 uur aan een stuk aan het streamen bent, ik denk dat ik wel verschil is met mij en Tony. Dat hebben we het in de talkshow wel eens gehad over of je moe wordt van streamen. Dat sommige mensen echt gewoon na 4 uur dood op zijn. Ja, ik ben dat niet helemaal. Ik denk dat het wel helpt als je... Nee, ik niet hoor. Voor mij ben Tony en ik, we zijn nooit moe na een stream. Op een gegeven moment moet je een keer naar bed. Ik leed mijn leven. Kijk, dat heb je als leed aan tafel. Jullie zitten ook wel, want ik geloof daarin bij jullie. Het is niet alsof je het voelt alsof je anders hoeft te zijn. Dus dan word je er ook niet moe van. Het ligt eraan hoe je het doet. Als in, ik heb bepaalde streams dat het helemaal vanzelf gaat. Weet je wel, als we bijvoorbeeld op vakantie door Venetië lopen. Maar er zijn ook wel eens streams dat ik dan denk van, ik wil nu gewoon even in mijn relax-modus of zo. Ja, ik wil het even uitzetten. Of... Ja, nou, nee. Soms heb ik... Ik heb wel als ik gewoon even lullen met mijn vader. Ja, maar als ik echt 7 uur stream, dan is het echt... Dan ga ik onder de douche en dan is het echt van... Dan gaat die... Jezus Christus. Nee, heb ik niet. Echt. Nee, ja, maar ik ben ook wel... Ik geef alles aan mijn publiek. Nou, ik had het is wel interessant. Ik had de laatste 3 dagen heb ik de IRL niet aangezet. Maar dat was door al, zeg maar... Ja, bachelor, drukte, et cetera. Toen had ik even geluisterd. Oh, sorry. Ja, nee. Toen had ik zoiets van, ik heb even geen zin om voor een camera te praten. En toen dacht ik van, oké, heel even rust. Even laten weten, even chill. Maar voor de rest, het maakt me niet moe. Maar ik wil heel graag ooit een subathon doen. Maar ik vind... Ja, je hebt hem gedaan en ik... Ja, maar ik kan er niet overheen of zo. Dit geeft niet over... Ik vind wel, de subathon is niet per se iets van Rick. Ik vind is iets wat je als streamer een keer gedaan moet hebben. Je moet wel een raceautobed hebben, heb ik vernomen. Als je echt lang doorgaat, moet er een raceautobed hebben. Suus vroeg mij van, hoe zit dat dan, mijn vriendin, met die subathon? En toen zei ik, een aantal dingen. Het houdt op wanneer het ophoudt. Het kan heel lang duren. We hebben bijna geen privacy en een raceautobed. Maar zijn jullie dan nooit bang dat zeg maar, als jij net begint
En dat het dan na een uur ophoudt. Ja, want ja, dat kan. Stel, er zijn gewoon mensen die geen geld hebben in jouw audience. Ja, precies. Daarom moet je je timer altijd gewoon heel royaal instellen. Alleen is het probleem wel dat na één dag staat de timer op een paar dagen. Nog op zijn lichaam is om tatoeages te zetten. Die man hoeft voor zijn leven lang de stream jou te zetten. Voor geld, alleen die twee tattoos. Voordat we zo gaan wisselen, want we moeten natuurlijk nog even alle streamers even aan het... Die tattoos, jongens. Ik wil ze even zien. Oh ja. Ik wil ze even zien. Waar is het mooier, zei Tony net. Waar zit hij? Als het functioneel is, mag ik laten zien. Ik heb bedoeld die andere tatoeage, bedoelt hij, Rick? Oh, wil je mijn kont? Pas op voor de nip. Zolang dit is functioneel, hè. Ik ken de regels inmiddels goed genoeg. Hij gaat een tatoeageshow. Ik denk dat vrouwen niet zitten te kijken van wat functioneel is. Kunnen we dit in beeld krijgen, jongens? Ja. Nou, kom op, Rick. Even functioneel de anus in beeld. Rick, kom op, jongen. En dan Rick inderdaad ook nog. Die hebben we links. Ja. Wel gaaf. En wel leuk. Ik bedoel, dit doe je niet. Dit had je niet voor Snapchat gedaan. Nee. Maar wat ik... Nou ja, jij wilde Twitch-logo eerst niet. Jij kwam voor het andere platform. Hij zag er bij jou gewoon heel dope uit. Ik dacht, nou, dat is wel strakke tattoo. Nee, kijk, voor mij is het zo dat... mijn lichaam staat vol met dingen die belangrijk voor me zijn. Familie, stappen die ik heb genomen, housemuziek maken, whatever. Twitch heeft zo'n impact gemaakt op mijn leven. En nu in een jaar al. Ik stream mijn hele leven. En ik ben zo trots daarop. En ik vind de community, nou, blablabla. Je bent er verliefd op geworden. Ik ben verliefd erop geworden. En ik gebruik nu ook mijn andere socials steeds meer om mensen naar Twitch te halen. Al stop ik morgen voor de rest van mijn leven met Twitch, zal het altijd een mooie plekje in mijn hart hebben. Heb je ook al van die stomme reacties gehad met... Yo, heb je al gehoord? Twitch krijgt een nieuw logo. Mensen denken dat het super grappig zijn. Ik denk, oh, nee. Ik ben echt niet in paniek van... Nee, mijn tattoo! En je hebt nog een arm. Ja, precies, joh. En daarbij, er komt vast een dag dat Twitch een nieuw logo krijgt. Maar dan is dit het tijdperk. Precies. Ja, dat is ook dat mensen zeggen van... Oh ja, dadelijk ben je oud. Wat vind je dan van je tatoeage nog? Nou, vet. Wie denkt er nou over als hij oud en verrimpeld is en klaar is om dood te gaan? Van, oh nee, ik heb ook nog een tatoeage staan die misschien niet meer zo mooi is. We hebben altijd Chappel als voorbeeld om naar te kijken als ouder worden. Precies. Kijk veel naar mij. Nou, ik was al... Oh, sorry. Nee, maak je zelf. Ik durfde nooit een tattoo te nemen omdat ik bang was dat ik er spijt van kreeg. Dus dat ik na een jaar dacht van, oh ja, hij is hier best wel lelijk toch? Maar toen, ja, dat klinkt heel emotioneel, maar toen overleed mijn kat. En toen dacht ik direct van, dit wil ik, zeg maar. Je zat er net ook eens naar te kijken. Ja, en als ik dan zeg maar me aanspan, dan wordt hij dikker. Dat kennen wij als mannen, kennen wij dat al te goed. Nice. Mag ik jullie hartelijk bedanken voor het aanwezig zijn bij deze talkshow. Blijf vooral nog even hangen, doe een drankje. Aan het einde verzamelen we vast nog even met z'n allen. Dankjewel voor een groot applaus voor al deze waanzinnige streamers. En een applaus voor Daniel Lippens, jongens. Jongens, Changé, dank jullie wel. Hebben we ook zo'n man met zo'n wisselbord die dan de nummers doorgeeft? Ik wil even zeggen ondertussen, terwijl we aan het wisselen zijn, als je nu Amaze, AMAZE in de chat gooit, maak je kans op 2 toegangskaarten voor het waanzinnige Amaze hier in Amsterdam. En je maakt ook nog eens kans, jawel, op de mic. Dus je kan een mic winnen, een Blue Spark. Ja toch? Dus gooi nu Amaze in de chat. Ja, yeah. Amaze in de chat. Amaze in de chat en dan ga ik hem zo rollen. En dan ga je er dus vandoor met 2 toegangskaarten voor Amaze. En je krijgt ook nog eens 1 van deze mics. Overigens, het zijn ook echt deze mics die je krijgt, niet de nieuwe. Dus we gaan de doosjes, dus ze komen in houten doosjes. Nee, jullie mogen ze allemaal signeren. Sick. Diep zo de zeppen. Wil jij zo'n lekker drankje? Ja, daarom ben ik 1 minuut laat. Sorry, hij heeft ook 2 in morgen. Ja, natuurlijk. Ik zal hem even rollen, dan hebben we dat gehad. Ladies and gentlemen, 3, 2, 1. En de winnaar is Joris Fiets. Gefeliciteerd. Jij wint 2 toegangskaarten voor Amaze. En je krijgt ook nog eens 1 van deze microfoons thuisgestuurd met de handtekening van de streamers erop. Dus. En speeksel. Ik heb mijn ogen op deze gesmeerd. Dus. Ladies and gentlemen, daar zijn ze. Joost speelt spellen, niet Wolter Kroes. Shanna Nina, Kevin van Wonderen, Morog en jawel, Kippensoepje. Ja, ik zeg, ik sta even bijzonder stil bij Kippensoepje. Omdat wat mensen misschien niet weten, dat mag ik vast wel gewoon vertellen. Ja, dat mag je gewoon vertellen. Kip vindt het normaal gesproken niet zo fijn om zijn huis uit te komen. En met niet zo fijn bedoel ik, dat gebeurt 1 keer in het jaar. Nou, als het een goed jaar is. Dan. Ja, als het een goed jaar is. Zo'n schrikkeljaar. Alleen dan komt hij buiten. Maar het is een goed jaar. Maar dus ik ben eigenlijk wel een beetje ook soort van, ja, misschien wel een beetje ontroerd of zo dat je er nou ook gewoon bij bent. Ja, ik heb mijn best ervoor gedaan. Ik kan het niet ontkennen. Ja. Het is eer een beetje aan tafel te zitten. Ja. Ik denk dat telkens dat daar de chat is of zo. Ja, nee. Dat is een lam.
Hey, we zijn inmiddels bij Talkshow 100, 2,5 jaar bezig. Twitch bestaat natuurlijk nog veel langer. Laten we even bij de oudst gediende beginnen. Ik denk dat ik het goed heb als ik Shanna aanwijs. Was ik in de eerste talkshow? Misschien, in ieder geval ergens in 1 tot en met 5, ja. Ja, toen was het echt nog hoe hard ben je gegaan ooit en wat voor pillen heb je allemaal gedaan en alleen maar seks pillen en drugsvragen. Was het zo underground, ja? Ja. En toen dacht ik, nice, dit wil ik vaker doen. Ik kwam natuurlijk bij de oude media vandaan en daar hebben we het alleen maar over drugs. Dus ik dacht, tuurlijk. Ja. Ik kan mezelf nog een keer daarvoor herinneren. Er is ooit een soort van onofficiële pilot geweest. Ja, joh. Waar toen een soort van zoek de binnenval was of zo. Dat was gewoon een random avond, ik weet nog. Toen op Discord. Ik lag al in mijn nest en toen op een gegeven moment was het een soort van... Yo man, wie wilde joinen? En toen was het... Ja, prima, ik join wel. En dat was volgens mij aflevering 0. Super vaag om te zien groeien tot dit, zeg maar. Dat je nu hier zit. Ja. En dat je denkt, oké, vanaf dat punt toen... Dat dit nu... Ja, dat is cool. Ik weet nog wel dat DJ... Dat de DJ Poch... Zeg maar, eerst was hij altijd ervoor, maar op een gegeven moment zat hij er zelfs in, hè? Ja. Hij was er gewoon bij. Ja, hij loopt hier vandaag ook rond. We houden hem anoniem. Waar is die motherfucker, DJ? Waar is show yourself? Haal hem hierheen. Ik moet wel zeggen, je hebt wel een beetje de status quo wat betreft talkshows en podcast doorbroken met wat we hier doen. Want het was allemaal zo safe en het moet allemaal PG, weet je wel. En toch, die vragen die niet gedurfd te vragen te worden, die komen er toch af en toe langs. Ja. En dat is af en toe, dan zie je ook, zit ik daar ook bij en denk van oeh, weet je wel, dan voel je toch wel van, oh, dat is wel zo'n vraag die ik eigenlijk niet helemaal op mijn gemak kan beantwoorden. Maar het is toch wel chill dat je ze vraagt en daarom maakt dit ook zo succesvol, denk ik. Ja, waarvoor dank. Maar ik heb ook wel het idee dat Twitch überhaupt minder kiddie is geworden, toch? Het ligt een beetje aan wanneer je kijkt. Weet je het ligt eraan of je Minecraft speelt. Ja, het ligt eraan of iemand een concept opstart met Minecraft. Er is inderdaad wel een wave aan jonge kijkers op het platform gekomen de afgelopen jaar. Maar over het algemeen wordt het wel wat mature, denk ik. Wie heeft hier gezeten van tevoren trouwens? Het is zo warm. Erg was, man. Het is Tony. Als Tony is geweest, is het wel. Dat is logisch. De stoelen zijn ook lekker voorverwarmd. Klopt, dit is wel lekker, man. Je heeft Rick volgens mij opgescheten, of niet? Ja, denk het wel. Het voel je en dat ruik je. Zal ik er nog even een throwback topic hier in gooien? In 2019 had heel Twitch het in één keer... We zijn inmiddels alweer heel wat dingen verder. Maar in 2019 had iedereen het ineens massaal over de titty streamers. Oh. Oké. Dat is nooit veranderd, toch? Dat is nog steeds zo, toch? Toen werden het in één keer de hot tub streamers. En toen kwam het... Dat is toch een beetje één pot nat. Ja, ik was er toen nog niet. Maar het is nog steeds wel... Die discussie is door blijven gaan. Ik was er nog helemaal niet op Twitch. Maar nog zit ik het nog steeds. Maar dit was geboren in de titty streamers. Was dat ook al daarvoor? Dit was ook al toen... Kitty Plays Games heel groot was en Sonya the Evil. Wie was dat met die chick van Soda Pop? 15. Ja, Legendary Lia. Dat was de OG. Een beetje, toch? Dat was de OG. Die deed ook echt bizarre shit. Die heeft mogelijk dingen laten zien op stream. Dat je denkt, maar van, is toch ook een legend daarin? Ja, maar dat was 2014 al. Okay. Dus het was altijd al een ding. Klopt. En Twitch is er altijd al inconsequent in geweest. Dat is de reden waarom ik een account ooit heb aangemaakt. Shit, dit is het. Dit moeten we zien. Dit word ik ooit. Ik moet hier tier 3 subben nu. Dat was toen nog niet. Had je toen ook gifted subs eigeigenlijk? Nee, nog niet. Nee. Toen was partnership nog niet eens een subbutton. Ja, nee, toen was gewoon doneren en zo. Dat was het enige wat je had. Jezus, wat een tijd. Wat een nostalgie hier, al. Het is niet normaal. Het is oké. Dat je zeg maar, je had geen affiliate, je had geen partner en zo. Als je partner wilde worden, moest je gewoon iemand kennen in de Twitch scene, weet je wel. En er was dan één guy van Nederland. Helaas was het Tim, die nooit reageerde. Ja, shout out Tim. Tim, waar ben je? Tim, hij loopt hier ook rond, hè. Hij zit ons te schakelen. Ik had Tim 3 jaar geleden gemaild. Hij heeft me gisteren bericht gestuurd. Maar dat was wel een beetje the way to go. En dan ging je naar zo'n meetup of zo. En dan was Tim daar ook. En dan ging je gewoon even handjes een beetje babbelen. En dan hoopte je dat je zo'n Twitch hoodie kreeg. Beetje pijn in zijn reet steken. Dat is je partner werd. Zit hij sowieso wel een beetje met de oude garde, toch? Gewoon, denk ik. Een beetje 2013. Ah, boven deze team stream ik hier. Voor de rest is het allemaal oude garde, inderdaad. Klopt. Stream je al zo lang? What the fuck, hoor? Ja, het is 2013 ook. Ja. Jezus. Maar jij was toch een tijd ook gewoon echt een... Oh. Jij was een tijd toch als een... Groetnieuw Blue Mike. Jij was toch ook een tijd Destiny-streamer of zo? Of wat streamde jij nou voordat je... Nee, gewoon allemaal kutspellen. Ja, gewoon een beetje hetzelfde. Is dat veranderd, hè? Nee, maar tot geen... Ik zag je laatste Metro Simulator of zo lijpe shit doen. Train Simulator. Ja, Train. Super vet. Eerlijk, het is echt vet. Hebben jullie Burn Simulator gespeeld?
Nee, maar ik ben wel geïnteresseerd. Wat simulator? Bum simulator. Dan ben je zo'n zwerver. Het is een soort van GTA, maar dan ben je een zwerver. Het is echt hilarisch. Oh, het is echt super fout ook. Je moet echt op mensen pissen en shit. Je moet op mensen pissen en dan geld verzamelen en daar drugs van kopen. Ik heb nog nooit een zwerver op mensen zien pissen. Wat de fuck is dat? Waar ben jij mee begonnen? Zij is Amsterdam. Je kan even een rondje lopen. Eerst over iemand heen pissen en dan zegt, mag ik misschien een euro, alsjeblieft? Over kunt u even gesproken, zeg maar. Dat is wel echt eentje om aan te raden. Oké, de titty streamers, we geloven het allemaal wel. Zo bijzonder is. We komen zo ook nog op een ander throwback topic. De hot tub streamers, dus wat dat betreft. Wat vonden jullie van Amaze trouwens? Want jullie zijn allemaal er doorheen geweest, toch? Zeker. Ja. Klopt. Voor de mensen die net inschakelen, Amaze hier in Amsterdam, het is een idee van ID&T. En die hebben eigenlijk al hun expertise, alles wat ze weten over licht, geluid, beeld, hebben ze allemaal gecombineerd. Dat was te zien. Het was echt vet. Hashtag ja, het was echt ja. Ja. Dat was super. Nee, was echt ik wil nog een keer, zeg maar. Ja, ik merk ook uiteindelijk. Een paar keer. Wat mogen we erover zeggen zonder het te spoilen? Ja, ik wil niet spoilen. Nou, je mag wel een beetje zeggen wat voor gevoel het je geeft. Nou, ik merkte wel uiteindelijk, de eerste hal stond ik. En ik dacht, nee, van mij heb ik al een minuut niet geknipperd. Ja. Voor mij sta ik echt met... Ja, maar het is echt alsof je een soort van VR-simulatie hebt, maar dan gewoon in real life. Het is echt super trippy, want echt die lampen gaan om je heen en dan zijn ze daar en dan daar en het gebeurt overal. En het grappige is, ik heb echt dus een bril. Dus op een gegeven moment ging zo'n laser om mijn bril. Maar dan zie je het ook echt een beetje zo bewegen voor je ogen, omdat het zeg maar, dat glas stopt de laser. Dus ik zat echt helemaal van... Het is eigenlijk met een bril is een betere ervaring. Ja, het, was eigenlijk, het leek wel een betere ervaring. Ik keek naar Joost, ik dacht, trippy. Ik moet ambulance bellen. Hoor. Deze guy gaat niet goed. Ja. Een deel voelde het ook als een of ander heel erg underground technofeestje dat je ergens in een, weet je, het was echt vet. Ik had heel veel zin om te dansen na dit, zeg maar. Ja, ik had heel erg het gevoel van het is een festival, maar dan zonder het festival. Ik zat achterop van daar kan een DJ staan en je hebt gewoon een goede partyzaal, weet je. Dat is echt sick. Ik vond het gewoon vooral echt een hele toffe ervaring dat iedereen in character is. Ik zal niks spoilen, maar van het begin tot het einde wordt er gewoon geprobeerd je te immersen in een soort van psychedelische trip. En het lukt echt heel goed. En dat vind ik echt heel knap dat enkel, en ik zeg enkel met alle respect, maar met licht en geluid en gewoon visuals überhaupt kan. Ja, wat als de mensen van de Efteling een halfje te veel hadden gepakt, zeg maar. Het is wel dik, man. Vooral die luik aan het eind is ziek. Als je daar... Oh, je mocht dat niet zeggen? Wat? Nee, op een gegeven moment kom je langs een stapel met mensen die het niet gehaald hebben. Je was op een gegeven moment op een plek waar je denkt van... Oké, hier kan je gewoon als je hier verdwaalt. Het is gewoon een stapel met mensen die ze daar op een hoop hebben gegooid. Ja, maar ze moeten ook aan het eind van de avond moeten ze mensen nog uitvegen. Het was ook een soort ton en ik zat daar met Morrogin. En ik denk, nou, dit ga ik nooit meer leven uitkomen. Zo'n leegstaan. Ik dacht echt, nou, hoe? Oké, genoeg over Mees. We gaan straks nog kaarten weggeven. Zoveel hebben ze nou ook weer niet betaald. Een minuutje is al vol. Shout-out aan Mees trouwens, voor de locatie. Maar iets waar we, een topic waar Morrog ook wel over mee kan praten. Nou, jij trouwens ook, Kevin. Ik denk jullie de enige twee. De babyboom op Twitch. Ja. Godsamme, jongens. En nu ook gefeliciteerd Matthias. Ze kon er vanavond niet bij zijn. Waarschijnlijk ook een beetje vanwege dat natuurlijk allemaal opspeelt. Ja. Kan ik me voorstellen, want het is nogal wat. Ja. Dat heb ik echt onderschat. Zeg, maar ik heb het niet zelf ervaren. Heb je de zwangerschap onderschat? Nee. Je maakt het wel mee. Dus in dat opzicht, ik wil totaal niet doen alsof ik een soort van weet hoe het is. Alleen, er gebeurt een hoop met je lichaam, zeg maar. Dat zie je gewoon. En ik kan me voorstellen dat de reden is dat ze niet bij is. Maar hoe was het voor jullie om, zeg maar, want het streamen is natuurlijk iets waarbij je er eigenlijk zoveel mogelijk wil zijn. Je geeft heel veel van je privéleven op om dit te kunnen doen. Een kind vraagt natuurlijk ook alles van je privéleven. Dan moet je keuzes gaan maken, toch? Ja, daarom ben ik nu hier. Nee. Ja. Nee, maar het is vooral echt gewoon daar waar... Sorry man, wilde jij wat zeggen? Nee, vertel. Doe jij het lekker liever. Oké, nou is goed. Nou, het ding is, ik ben altijd wel van het plannen geweest. En een kind een ritme aanleren, dat helpt echt enorm. Ik weet niet hoe jullie dat thuis doen. Ja, maar gewoon een vaste bedtijd, vaste tijd dat je uit bed kan en mag en eten en weet ik veel. En als ze in zo'n ritme zitten, dan kun je er gek genoeg best wel, of opvallend genoeg, best wel leuk omheen plannen. Ik moet daarbij wel zeggen, avonden waarop ik normaal gesproken zou streamen, heb ik nu ook wel eens dat ik gewoon dat niet kan doen door dat er een kind is waar je rekening mee moet houden. Maar over het algemeen, dat heb ik redelijk goed te plannen. Omdat ik die aparte ruimte heb. En dat is echt wel een blessing, man. Is dat ook iets wat je bent gaan plannen toen je wist dat baby... Nee, dat was echt op dat moment. Dat ik dacht van ik zie gewoon niet hoe dit gaat lukken anders. Er zit zo'n muurtje tussen ons en onze slaapkamer. Ik dacht, nee man, dit wordt hem echt niet. Dus toen ben ik op zoek gegaan. En dat is eigenlijk toen zo begonnen. Maar gelijk geeft het dat ook weer meer kansen voor jezelf en opties met wat je allemaal kan doen in zo'n ruimte. Maar ik sluit me volledig bij hem aan. Maar het is vooral met plannen en
ja, plannen is gewoon alles, weet je. En ik ben wel wat strakker geworden, wel op mijn streamschema en zo. Daar waar ik voorheen dacht, ah, even een half uurtje langer of weet ik veel, yeah, is dat voor mij nu wel, ja, gewoon... Ja, je hebt vaak jezelf ermee als je wel doorgaat, want je, ja, moet zelf 's ochtends om 6 uur weer paraat staan. Ja, maar ja, dat moet ik vragen, zo... jou, bedoel, stel je voor, je had geen kind gehad, zou je dan, wij hebben geen kinderen, zou je dat ook zo'n aparte ruimte aanraden voor andere mensen? Of heb je zoiets van, zoveel voegt dat niet toe, maar het is echt alleen omdat ik... Nou ja, in het begin dacht ik wel van, ik zei het ook tegen mijn vriendin ook van, weet je, ik vind het ook gewoon gezellig als jij dan een keertje even de deur in komt of dat ik even naar beneden loop en dat ik haar zie zitten en zo. Maar sinds dat we dit hebben, het was wel op een gegeven moment dat ze ook wel zei van, ja, ik even wel wat rust doen, want ik ga zo meteen wel slapen, weet je. En dat is ook haar goed recht, dat ze denkt van, hey, nu moet je gewoon even je bek houden. Yeah. Stop even met die RP shit, want het is mooi geweest. En dat is niet omdat ze, bro, ze laat mij alles doen. Maar ik zou zeggen, voor iedereen, als je een beetje betaalbare ruimte zou kunnen vinden, als je samen woont, dan zou ik het wel doen, man. Ja, dat is wel waar hoor. Want ik ben natuurlijk ook gewoon vanaf jongs af aan begonnen in de slaapkamer. En je merkt al heel gauw van, ah, ik wil mijn bed eigenlijk uit deze kamer hebben. Want je wilt dat enigszins scheiden. En nu ben ik inderdaad ook samen aan het wonen. En ik heb echt zo'n huis. Heel even tussendoor om in te haken op wat jij zegt. Ik kan echt niet masturberen in mijn streamkamer hoor. Dat kan echt niet. Al die camera's, al die microfoons. Yeah. Never. Nee, maar dat is wel het eerste wat ik wil doen. Gewoon, ik wil gewoon een aparte kamer. Om te masturberen. Ja. Absoluut. Nee. Hij heeft zo'n hele aftrekroom. Ik heb gewoon ik heb nu een huis met extra kamer. Gewoon met alleen een bed. Nee, nee, maar dat is wel nu ik ook op mezelf woon. Dat is wel iets waar ik uitzocht. Van, ja, ik wil gewoon genoeg ruimte hebben voor mijn setup en al de shit die ik wil doen met mijn bedrijf. En dat ik daar omheen nog kan wonen. Dus ik heb nu gewoon onder mijn huis ook gewoon een grote kantoorruimte. En het is fucking chill. Maar het is ook fijn als je na je stream in een andere ruimte kan zijn, toch? Want ik heb nu dat ik mijn stream area is in dezelfde ruimte als mijn huis. Want ik woon in een studioappartement. Dus dat kan ik niet scheiden. Nee. En dan merk ik heel erg dat ik in mijn vorige huis had ik een aparte kamer voor mijn stream. En dan doe je die deur dicht en dan is het klaar, zeg maar. Dan ben je klaar met werken. Want dat mis je heel erg als je thuis werkt. En ik denk dat heel veel mensen in lockdown dat ook wel een beetje ervaren hebben. Dat je, als je thuis werkt, ben je nooit klaar met werken. Nee, het gaat altijd door. En dat is denk ik het grootste voordeel voor mij van een aparte kamer hebben voor je stream. Nou, dat je ook wat mentaal zegt, gewoon... Jij zegt inderdaad van, joh, ik begon in mijn slaapkamer. Ik stream nu ook in mijn slaapkamer. Ik ben eigenlijk al een paar weken aan het plannen van, oké, ik wil nu de zolder toegankelijker maken. Daar mijn bed neerzetten en een apart studio hebben. Want ik merk toch... Je bent nooit klaar. Je zit, dan word je wakker, je kijkt gelijk naar je streamset en dan denk je, oh ja, moet weer aan het werk vandaag. Ja. Ja. Dus nou, de rust vind je dan dat niet was ook de vraag die ik klaar had staan. Is streamen werken? Ja. Nou ja, je blijft er maar bezig. Jawel, ja. Ik zou echt durven proberen of je ingeschreven bent bij KVK, bro. Nee, jij wel. Kijk, voor mij, kijk, mijn business ligt natuurlijk voor een groot deel, bijna 100% bij YouTube en alles wat daaromheen zit. Dus kijk, campagne werken en dat soort dingen. En streamen was voor mij altijd al een beetje een soort van hobby, wat ik ernaast deed, omdat ik het gewoon leuk vond. Plus, maar je bouwt wel je community op en je bent wel met jezelf de kijkers bezig. En het heeft natuurlijk wel ook gewoon effect op wat je doet qua YouTube en ander werk. Dus ja, het is wel werk. En ik doe nu ook gewoon campagnes op Twitch, dus dan wordt het automatisch ook werk. Ja. Maar ik aanschouw het altijd wel voor mij persoonlijk dan een beetje als something on the side, zeg maar. Zodra ik niet word verplicht om echt een x-aantal keer per week te streamen door een bedrijf of whatever, dan is het voor mij nog steeds iets on the side. Maar je kan toch ook werken aan je hobby, om je hobby in te tuurlijk. Je vindt je hobby leuk. Ja, ik ben ook gewoon echt heel veel mee bezig om dat gewoon steeds beter te maken. Je vindt je auto leuk en dan ga je dus aan je auto werken. Ja. En dat is alsnog een hobby. Dus ja, maar dan nog komt er wel veel bij kijken. Ik bedoel, als ik naar mezelf kijk, ik speel vrijwel alleen maar games. Ik doe er geen dingen als IRL of wat dan ook bij. Je hebt toch perscontact om codes aan te vragen. Je bent een soort van aan het managen van, oké, wat komt wanneer uit? Je bent het aan het plannen, aan het voorbereiden. Maar vanaf welk moment is het werk? Nou ja, dat voelt, dat is in principe gewoon is het objectief gezien werk. Kijk, het voelt voor mij niet per se erg, want ik vind het lachen om een mailtje te sturen naar, weet ik veel, een X-bedrijf. En dan zeggen ze van, joh, dan komt die game uit. Vinden jullie het leuk als ik hem ga streamen? In ruil voor een code. Kijk, daar gaat het mis. Dat zegt hij ook maar dat is letterlijk je gewoon... Je moet zeggen, hebben jullie budget? Hebben jullie budget? Dat zijn dingen. There you go. Dat is iets wat ik totaal niet doe. En dan zou het nog meer werk worden. Maar tegelijkertijd moet ik wel zeggen, ik ben naast het streamen zeker meerdere uren per week bezig met shit eromheen managen om dingen voor te bereiden, aan te vragen, op te lossen. Ik vind het ook gewoon werk. Ja. Maar dan heb ik een vraag. Stel je voor, je doet dat niet en je koopt gewoon je game. Ja. En dan heb je ook al dat gezeik niet. Je koopt die game en je gaat het streamen. Dat is geen gezeik, het is gratis code. Dus ik ben daar echt te lui voor vaak, hoor. Dat ik denk, ik koop gewoon. En 4 weken bezig om je liefdescode te krijgen. Ja, maar dat is het. Ik ben veel te impulsief. Ik wil die game nu spelen en ik ga niet wachten tot hij me morgen heeft teruggemeld. Dat is misschien ook iets minder werk. Omdat je gewoon die game koopt als hij uit is en je gaat de Steam op zat en je speelt hem. Dan
Heb je dat helemaal het is toch niet daar, daar, ik bedoel, daar begint werk toch niet. Werk is toch meer als je op een gegeven moment dingen opgeeft ervoor, omdat je dan daarmee deels je inkomsten mee genereert. Ik moet zeggen, ik had op een gegeven moment bijna een samenwerking, partnership, waarmee ik echt verplicht moest gaan streamen. En toen was ik voor mezelf ook echt gaan inplannen van, oké, die dag worden mijn streamdagen, zodat ik aan kon wennen. Ja. En dat heb ik toen een maand of twee dagen, maanden gedaan voordat dat contract niet doorging, helaas, maar dat is hoe het gaat. En, maar in die twee maanden dat ik dat aan het oefenen was, merkte ik wel echt meer dat ik het gevoel kreeg dat ik echt aan het werk was. Het was echt van, yo, ik kan die avond niet chillen, want ik moet streamen. En nu heb ik wel in mijn agenda staan van, oké, die dag wil ik streamen, die dag. Maar als iets anders terugkomt, zoals bijvoorbeeld dit, dan laat ik wel gewoon misschien afvallen en dan ben ik hierbij. Want het is voor mij niet zo belangrijk dat ik die streamdag ook echt haal, want het is niet meer werk. Eigenlijk in zekere zin. Maar geef toch soms af en toe wel sneller al gewoon vrienden op om te gaan streamen? Dat niet opgeven van, maar dat je gewoon op zaterdagavond denkt, ik kan of streamen, of ik kan wat doen met mijn vrienden. Ja, ik heb dat dus niet. Mijn streams zijn gewoon echt voor de lol meer. Van als ik tijd over heb en ik gebruik mijn streams ook vaak voor opnames. Hè. Dus als ik zeg maar stream, dat capture ik en dat worden vaak ook mijn video's. Dus dat ik ben altijd wel één of twee keer per week live. En dat is gewoon, nou ja, ik doe nu even niks deze avond. Ga ik even streamen en dan heb ik weer video's. En dan, dat zijn mijn streams, zeg maar. Afgesproken. Maar hoezo heb jij dat niet dan? Sorry, ik wat zei jij eigenlijk? We kijken elkaar heel diep. Wat zei die ook alweer? We kijken elkaar heel diep. Ik vroeg even of het nog met hem ging. Het ging, ja. Ik heb hem een mond-op-kont-beademing beloofd. Dus, en die ga ik echt opnemen. Nee, wat zei je ook alweer? Nee, het ging over vrienden. En dat jij zei, ja luister, ik heb nooit moeite met kiezen tussen mijn vrienden en mijn stream. Nee, omdat... je hebt gewoon geen vrienden. Precies. Ja, okay. Kom hier, wij zijn je vrienden. Zijn wij zijn allemaal. Je vrienden. Allemaal oh, nu ga je te ver. Oh. Nee, we hebben wel ik dat samen gedanst daar, maar daar is de streep. Oké. Nee, ja, omdat... ik het in dat opzicht wel weer gewoon... Ik bedoel, ik vind het fucking leuk om te streamen. Maar in dat opzicht is het voor mij gewoon werk. En ik ga niet 3 avonden per week vrij nemen... omdat dan die jarig is of die dag. Daar maak ik echt keuzes in. Van ja, broers, ik ben gewoon dan bezig. Hoe erg je ze mag. Van precies. Ik vind het wel verraderlijk. Want ik heb dus 2 jaar terug 8 maanden niet gestreamd... door echt burn-out klachten, zeg maar. En je bent toch, als je fulltime streamt, ben je afhankelijk met je huur betalen en met alles betalen van hoe leuk mensen jou vinden eigenlijk. En dat is heel erg, dat kan heel erg schadelijk zijn, denk ik, voor heel veel mensen. Dus het is wel een beetje van, ja, je maakt van je hobby een beroep een soort van, dan is het werk. Ja, zeker. Maar dat is wel een beetje, het lijkt idealistischer dan dat het gaat anders als je bijvoorbeeld, weet ik van fotografie, als dat een hobby is en je maakt daar je werk van. Ik denk dat dat net iets toegankelijker is dan iets wat gebaseerd is op online persoon. Ik denk niet dat echt een verschil maakt. Want ik heb natuurlijk met radio ook van mijn hobby mijn werk gemaakt. En je merkt gewoon dat het blijft altijd iets wat je vanuit een passie doet. Want het blijft leuk. En iedere keer als ik in die studio zit, is het nog steeds dat ik denk, wap, daar gaan we. Maar is fotograaf een beroep? Maar dat heb ik sowieso. Bedoelde je dat wat ik zei? Nee. Maar ik zeg je wel eerlijk, door de jaren heen merk je wel steeds meer dat het werk wordt. In de zin van, je moet een meeting inplannen. Je moet dan even een redactievergadering. Ja, ik heb het ook, als ik eenmaal live ben, is het prima. Ja. Maar na mijn computer en dan moet ik ook nog een make-up opdoen of weet ik het. En dan heb ik helemaal geen zin meer. Ik heb deze week dus helemaal niet gestreamd, omdat ik niet zo lekker voelde. En ik heb het niet gemist. Nee, dat iedereen heeft mij verteld, hij streamt niet omdat hij zich aan het voorbereiden is op de talk. Dat heb ik ook echt gedaan, eerlijk. Ik heb echt gezegd van, vanaf maandag ga ik niet meer streamen. Dan gaan ze ook hier zondag bij kan zijn. Oh, dat heb ik gewoon ingepland. En toen werd ik dinsdag een week lang de Headspace app gespamd. Hoe ziek is dat? Dat je gewoon een week lang gewoon vrij vraag van je werk. Ja. Maar want ik heb op zondag gewoon een talkshow. Als die boot gaat hij me cancelen, dan krijg ik dat weer. Dan, maar is het niet werk als het zeg maar je main inkomstenbron is? Dus zeg maar, je hebt altijd die struggles van... Dat is onderdeel van je werk, toch? Ja, maar ook eigenlijk. Je zegt maar dat het niet onderdeel. Ja, ik verdien er wel wat geld mee, maar het is niet mijn main inkomsten. Dus het is wel onderdeel van je presence. Maar stel nou, je bent echt fulltime streamer. Je bent net bijvoorbeeld je fulltime job heb je opgezegd, want je verdient eindelijk genoeg geld om van streamen te kunnen leven. Dan is het je werk, toch? Nou ja, het kan ook een soort. Je kan ook zien als een bijbaantje. Ja, maar je hebt letterlijk je werk opgezegd om fulltime te gaan streamen. Ja, dat is wel echt voor je werk. Dan wel. Maar dat is eigenlijk. Wat ligt mij door jezelf instel? Want ik heb in principe gewoon. Ik kom bij de supermarktwereld rollen van. Ik zit in middelbare school. Ben ik gaan streamen. Is dat eigenlijk een inkomst geworden wat ik nooit had verwacht? Ja. En dan begin je toch wel te merken: oké, het is ook een hobby. Maar ik moet ook kijken, hoe kan ik mezelf uitbreiden? Hoe kan ik misschien mijn inkomsten verleggen? Budget vragen? Maar is het niet gewoon... En dat is ook wanneer gaan we echt werk vinden dan? Het is allemaal werk gemaakt. Maar ik moet wel even vragen. Bedoel, want als je een fulltime streamer bent en je neemt een week vrij... betekent gewoon een week geen inkomsten in principe. Ja, ik had... Als jij een week vrij neemt... Ik was anderhalve week op vakantie en dan verlies je gewoon 300, 350 subs.
Ja. En dat is dan best wel hard, weet je wel? Dat je denkt, oké, ja, maar dat kost me echt 3 maanden om weer in te halen of zo. Ja, dat is in de supermarkt werken. Ja. Precies. Maar ik heb wel vanaf het begin daarin gezegd, ik ga nooit van mijn leven afhankelijk zijn van subs of dono's. Ik ben wel gewoon daarin heel streed geweest. Van als het op dat moment komt, dan moet ik weer ontwikkelen of iets anders doen. Ja, ik heb dat 8 jaar gedaan van subs en dono's. Ja. En ik ben nu sinds afgelopen woensdag niet meer fulltime. Ja, precies. Dus ik werk nu 40 uur. En dan is dat moeilijk of is dat iets wat natuurlijk een soort van met de tijd erin sloopt? Ja, ik kreeg gewoon een hele vette kans om in de horeca wat te gaan doen. Ja, en niet echt alleen tappen of zo, maar gewoon echt wel veel verantwoordelijkheid. En dat heb ik gepakt. Ja. Dus ik dacht, ja, dit is gewoon hoe het nu loopt. Mm. En dat na 8 jaar is het ook wel mooi geweest of zo. Nou, doe maar dan 2 biertjes. Ik ben opgelucht. Ik heb gewoon geld en ik weet hoeveel ik krijg. Dat is echt nieuw voor mij. Ja, heel zeker. Maar je doet het nog wel, toch? Als ja, tuurlijk. Ik vind het nog steeds leuk, maar het is nu echt wel weer een hobby. Ja. Dus dat is wel echt. Ik voel en ineens een soort wordt het ook leuker. Ja, en ik wil ook weer, weet je wel. Als die drukker niet is, dan is het gewoon leuker. Ja. Klopt, maar ik ben een week vrij geweest. Ik heb ze echt niet gemist, man. Nee. Jij had nog een story geplaatst vandaag gisteren van, joh, hebben jullie me gemist? Ja of nee? Ik zag was hem nee staan. En nee. Was het nee? Ze hebben mij ook niet gemist. Dat is goed. Zeker godverdomme, die close, laat hem maar even weggaan. Nee, joh, ik heb wel altijd wel echt zin in, man. Ik heb vrijwel nooit. Behalve als ik gewoon moe ben of zo of iets. Maar nooit dat ik denk, ik heb nu geen zin om te streamen. Ja. Ik zeg jullie eerlijk, ik heb wel eens gestreamd terwijl ik er eigenlijk geen zin in had. Nou, dat waren de gasten. Dan heb je meteen een kutstream, hè? Ik had van de week nog een stream van een half uur en toen was ik helemaal klaar. Maar ik had ook gewoon, maar ik had echt een tering lange dag gehad. Echt lang. Dus ik was helemaal naar de get voor. Maar ik moest streamen omdat ik echt die opnames nodig had voor die week. En toen ben ik live gegaan en ik zei echt, mijn video was klaar. Echt video van 20 minuutjes of zo. En ik heb gelijk stream uitzet. Ik was helemaal kapot. Maar dat zijn ook de streams waar je voor geband wordt, hè? Dat is altijd, als je zo'n stream hebt, heb je geen zin in hebt. Ja, maar niemand had het ook door, opeens weet je. Opeens een pik in beeld. Gewoon, je weet niet eens waar die vandaan komt. Ik ben niet, soms kan je, als je geen zin hebt en je begint met streamen, dat je opeens wel denkt van, nou, nu heb ik Ja, maar dat was ook mijn gedachtegang. Ja. Want ik kan natuurlijk ook gewoon opnemen zonder stream, right? Ik hoef de stream niet aan te zetten. Maar ik deed hem aan, want ik denk van, ah joh, ik zit erin. En dan komen ze in mijn hype. Ik krijg al die energie, het komt me goed. Maar ik had chat, dacht je, die lamp, die drainde me. Mijn vriendin neemt me in die video en die zat ook de hele tijd. Vriendin draine. Shout out, Nicky. En het was gewoon, ik merk gewoon, mijn energie werd alleen maar minder. En de chat die hielp me er niet echt bij. Dus ik denk, fuck it, nou, ik ga hem gewoon uitzetten, jongens. Ik heb het altijd met fitness, man, bro. Dat je voor daarvoor denk je. Ik ga wel even naar daarin kijken, want ik wil sowieso wel seks. Kom je daar? Ja, ik ga er nu een seksvraag geven. Seksvraag. Ja, lekker. Nee. Zat er op de wacht. Kimmy zit daar de hele avond op de wacht. Ja, natuurlijk. Nou, zullen we hem dan doen? Ik had zitten kijken tussen de talkshow. Want het is letterlijk, is misschien een leuke insight. De talkshow is 1 Word document. Mm. Met inmiddels 500 pagina's. Wow. En iedere keer komt er zomaar nieuwe inhoud bij, iedere week. Dus ik was helemaal naar beneden gescrollt. En toen kwam ik inderdaad tegen wat Shanna zei. Het was eerst meer seks, meer drugs. Alleen maar dat eigenlijk. En een van de classic vragen die echt bij iedereen wel is blijven hangen was, wat is je fetish? In die talkshow zat ik ook, die eerste. Ik al zo vaak verteld. Ja, maar dat is al 70 talkshows geleden, Kip. Wat is je fetish? Ja, maar iedereen weet wat mijn fetish is ondertussen al. Ik weet het, maar... Ja. Daniel, ik heb net een linkje naar mijn moeder gestuurd van, joh, moet je even kijken. Wat heb je nou gedaan, man? Ik moet wel zeggen, joh, als ze bij de oor gaan, dan gaat die bij de oor, joh. Oh, dan gaat prikkelen. Maar ik geloof niet dat je niet een zoekterm hebt op dat zoekterm. Ja, licking. Nee, dat niet. Nee, dat licking, dat niet heb ik. Daar kruipt hij weer binnen. Maar moet fetish per se zoiets lijp zijn? Nee. We gaan niet fetish shamen. Ja, maar borsten mooi vinden is geen fetish. Nee. Maar hakken weer wel. Wanneer is het een fetish? Als het wat specifieker is dan de gemiddelde man. Dus bijvoorbeeld, ik hou niet van niet borsten, maar gewoon harige borsten. Nee, het is niet dat ik daarvan hou, hoor, maar op zich een leuk zoekopdracht. Ja, het is oké, je mag best toegeven. Nou ja, als het zo zou zijn, dan... Misschien, weet het niet. Ik zoek vaak op chubby, moet ik zeggen. Chubby? Dat is gewoon mijn ding. Echt? Ja. Ziek. Gewoon van cultuur. Ja, ik weet het wel. More cushion for the pushing. Ja, maar zoek je dan ook echt vanaf een bepaald gewicht, of is het... Nee, dat niet. Ik weet niet hoeveel kilo
hologrammen. Ja. Ik weet niet. Dat is groter gewoon... dan. Nou, ja. Ik hoorde dus wel de iconische opmerking laatst. Ja, dikke vrouwen die kunnen gewoon gigantisch goed slobberen. En ik denk, one bridge too far, man. Shout out Wollies moeder. Wollies moeder, what up? Ja, hey man. Nee, maar dat, het is. Het zijn mensen, joh, dat ik denk van. Wat zijn zo. What the fuck is dat? What the fuck is dat? Ik ken slobberen. Heb je wel zo'n bulldog gezien die water drinkt? Oh, dat. Jezus. Ik heb laatst een pornofilmbewerker ontmoet. Die gozer ging dus bij een video-editorbedrijf werken. En denk gewoon, misschien commercials, misschien dit. Nee, hij moest pornovideo's gaan editen. Nou, ik heb termen gehoord en ook helaas opgezocht, wat ik niet meer ga vergeten. Gooi even. Ja, gooi er eentje. Ik ben benieuwd. Met zijn kanaal eruit gooien. Ik denk dat ik Nee, maar gooi termen. De goorste die ik gezien heb is docking. Die ken ik. Interstellar muziekje gedaan. Ja, van Houston, we have a problem. Sick, man. Maar wat vond jij de beste topics dan, Shanna, van de afgelopen 2,5 jaar zijn we al bezig? Ja, dat is echt moeilijk. Maar ik vond... Docking. Ik vond sowieso ook de Valentijns dating ding. Die ging daten met Nando. Ja, dat was dus heel goed. Dat vond ik wel echt entertaining. Maar zijn jullie nog samen? Ik heb me wel samen? Echt vermaakt. Nee, mag ik niet zeggen van mijn PR-manager. Oh ja. Nee. Oh. Maar welk topic de chat het kutste vindt? Ik denk corona. Ja, die inentingen. Het ding is, ik begon in januari. Corona of dus is het kutste topic of het leukste? Nee, de kutste. Wat vond je echt het stomste topic van de afgelopen 2 jaar? Wat van, DMCA. Ja, DMCA en corona. Gewoon die fetish. Ik ben de enige die dit genoemd heeft. Maar daar stopt de topic ook. Nee, we zijn doorgaan nu. Ik heb het zelf ook voor loog gezet van mijn moeder. Dus we staan gelijk. Ik zit te kutten. Wat is jouw fetish? Daar, jongens. Daniel, vertel eens. Wat is jouw fetish? Ja, vertel eens. Vertel die keer dat je aan een hond reed zat. Een beetje lingerie, een beetje hakken. Ja, daar ga ik wel goed op. Nee, maar even iets gekkers, kom op. Nee, ik ben DJ geweest. Jij hebt blijven dingen gezien. Nee. Oh, wacht, je vriendin zit er ook. Ja, die zit er ook. We hebben toch laatst die Spicy Talkshow gedaan. Toen heb ik al over de meest bijzondere plek verteld. Dat vond ik al wel een aardige... Herhaald worden. Wat was het ook weer? Gewoon outdoor dan of zo. Kijk, meer mensen met kwijt. Misschien... Panda Droom, Efteling. Anyways. What the fuck? Wat ziek. Was er dan nog zo'n hokje? Ik dacht dat het in het klimrek boven de uitgang. Ik dacht in die windturbine net hier zo. Die windturbine met de muziek hier. Hij is helemaal van glas. Maar was dat dan met een docking scène ook? Inclusief docking. Ik was wel een beetje spijtig niet was uitgenomen voor de talkshow. Ik heb zo genoten. Ja, vond je leuk? Ik ook wel. Ik had er ook wel graag in gezeten. Nou, ik moet wel zeggen, kijk, het lijkt mij sowieso leuk om meer specials te doen de komende tijd. Weet je, zoals dit een special is, zoals dat er eentje was. En uiteindelijk... Ik ga niet elke week hier naartoe komen, hoor. Dat moet je elke week vrij van Godverdomme, weer een week lang ziek melden. Eeuwig met verlof. Maar we hadden het over stomste topics van de afgelopen 2 jaar. Sowieso de vaccinatiediscussie. Ja, daar was iedereen wel klaar mee. Ik dacht, die ook zien. 2020, het eerste half jaar, was het begon met... Oké, corona, jongens. Wat gaan we doen? Ik vind inmiddels de booby streamer topics ook eigenlijk wel een beetje saai worden. Ja, dus zeiden mensen ook veel, hoor. Hot tubs. Maar dan is eigenlijk de vervolgvraag is natuurlijk... wat waren de beste topics van de afgelopen 2 jaar? Drugs en seks. Dan ben ik er, dat is klaar. Ik zit zelf... Bro, maar je hebt zoveel topics gehad. Ja, ik weet het niet eens meer, man. Ik weet ook niet eens meer welke topics... Maar wat vind je anders hiervan? Dat vraagt me wel af. Wat ik meegedaan heb, is een van mijn favoriete momenten... wel met Chapeau, de utopie. Alleen maar utopie, de hele talkshow in een door. Utopie zou ik vinden dat... ik heb de tijd van mijn leven daar. Ik vond nog steeds wel de Amsterdam Gwen-band. Amsterdam Gwen-band. Die
Het was ook tijdens maar dat was geen topic, dat was gewoon een moment. Ja, sorry. Zeg jij dat toen ook bij niet, of wel? Nee. Ik heb het wel live gezien dat dat gebeurde. Ik had eigenlijk moeten invallen. Ik zat erbij en toen de ene was het ook gewoon van... Ja, jongens, ik ben geband. En van, ik heb laatst die clip nog teruggezien. Laten we dit heel even uitleggen voor de mensen die zijn maar misschien nog niet zo lang op Twitch zitten. Ik heb ook geen idee. Dus er was op een gegeven moment was er een meisje, Amster Gwen. En die was ook journaliste voor Vice. Nee. En die was ineens op Twitch. En die ging ja best wel een beetje de grenzen opzoeken van hoe je jezelf kan seksualiseren, zeg maar. En steeds heel verbaasd over dat mensen dat soort van daarop reageerden. Ja, maar die ging dus echt inderdaad, nou, die deed het erom. En, maar dat was ook wel weer, zeg maar, wat we er straks over Chapo zeiden. Iedereen had het er wel over. Het was meteen een ding. En toen had ze op een gegeven moment een stream gedaan met een vriendin. Waren ze ergens op het strand. En die vriendin die had eventjes, zeg maar zo, die was... Hé, wat ben jij nou aan het doen? Maar ook echt, hoor. En maar tijdens echt. Het naar voren hangen... hing het allemaal naar voren, zeg maar. Mm. En toen kwam er een moment dat we de talkshow aan het doen waren... gewoon in de normale setting. En dat zij ineens zegt... Oh, jongens, ik moet jullie even... Volgens mij ben ik geband. Ja, maar dat was wel ook een band nummer 3 of zo, toch, onderhand? Ja, en daarna is ze niet meer terug echt gekomen. Nou, en toen zei Daniel ook wel van... Nou, Ben, bedankt, tot ziens. Ja, ze moest ook echt de talkshow uit. Dan ben Daniel gewoon Maar word je dan echt zo snel ook jij ook geband? Nou ja, dat niet zozeer, maar het is natuurlijk wel zo. Het is gewoon een regel, toch? Je weet het. Kijk, laat ik het zo zeggen. Als ik het niet had geweten, dan had ze best die hele talkshow kunnen... Maar op het moment dat zij tegen mij zegt, ik ben geband... Ja, dan moet ik daar wel iets mee doen, natuurlijk. Je kunt daar niet blijven uitzenden, nee. Nee. Heb je gewoon scheid. Maar wat doet zij nu? Zij schiet helemaal niet meer, ik ben. Nee. Werkt ze nog steeds voor Vice? Ook niet meer, maar er komt toch nog een artikel ooit? Of? Dat hoor ik van iedereen die er nog spreekt. Hoor ik, ja, er komt nog of een docu of een artikel. Oh, wow. Of iets. Een King Alert docu. Over Twitch ben. Of dat niet? Ik weet niet. Nee, ze is tegenwoordig getekend en exclusief te zien op YouTube Gaming. Oh, shit. Dankjewel. Nu komt hij met het bruggetje. Nee, dit bruggetje is fantastisch. Twitch heeft inderdaad gezegd dat ze de komende tijd geen contracten meer aan willen bieden aan grote streamers. Die hebben eigenlijk, ze hebben natuurlijk best wel wat gedaan. Ik bedoel, ik denk dat het voor jullie allemaal, dat iedereen inmiddels wel weet dat er een aantal streamers naar Twitch zijn gekomen die echt daadwerkelijk gehaald zijn. Ja. En die het ook goed hebben gedaan. Hè? Ik bedoel, ik denk dat we er allemaal van hebben geprofiteerd. Ja. Want de kijkers... Noem eens een banaan, Daniel. Nee, vertel. Nee, maar ik bedoel, er zijn natuurlijk een aantal grote... Ja. Grote zijn er wel uit te pikken ook. Dat is ook. Tuurlijk, dat weet iedereen ook wel. Maar nu is het zo dat in Amerika in ieder geval... dat Twitch heeft gezegd van we gaan... Of in ieder geval, er is een heel artikel in de Washington Post verschenen... bij zo'n ding. Van insiders vanuit Twitch die nu hebben gezegd... ja, wij hebben basically de streamingoorlog gewonnen... En dus gaan we geen geld meer uitgeven. Want ja, je ziet het. Ja. Ninja, Shroud. Ze komen allemaal met hangende pootjes toch weer terug naar ons. Dus we gaan het niet meer doen. En dat is ook de reden dat bijvoorbeeld Tim the Tatman en andere guys... hebben beduidend minder geld geboden gekregen bij Twitch. En die hebben toen gezegd van, nou ja, dan zijn we weg. YouTube. Dan gaan we naar YouTube. Ja. Ja. Ik ben sad. Ik had 87 maanden resub op Tim. En die is nu weg. Oh, echt? Ja, vind ik echt heel stom. Ja, ik had laatst wel gekeken. Want Tim, die heeft het echt die switch bij hem is echt fantastisch gegaan. Hè. Zijn YouTube-kanaal gaat maar hij heeft ook een ziek groot kanaal. Ook op ja, maar dus hij had al een groot kanaal. Maar ook al die live-kijks. Ik had volgens mij zijn eerste WOT of zo had bijna 2 miljoen views. Dat ging echt nergens over. Hij staat ook lekker samen met Dr. Disrespect. Die twee gaan heerlijk samen. Al die kijks zijn gewoon meegegaan zonder second thought. Ik zag toen bij Dr. Disrespect ook gelijk. Die zat normaal volgens mij op 20, 30 en nu zat hij ook gelijk weer op 50, 60 omdat ze weer samen konden gamen vet. En zo. Ja, dat is vet. Dus je werkt elkaar wel. Daarom, ik vind het ook een beetje een vreemde soort van statement vanuit Twitch. Want je hebt de wet van de remmende voorsprong. Als je op een gegeven moment gewoon niks meer doet, dan blijf je naar mijn idee een soort van ook daarin hangen en loopt dat uiteindelijk terug wat je nu ziet met bijvoorbeeld een Tim the Tatman. Maar en blijft Twitch al heel lang hangen al. Google zijn gewoon zijn gelijk. Ja, ik denk het wel, ja. Ik denk dat het ook samengaat met de problemen die heel veel mensen met Twitch hebben. Niet alleen wat er qua contracten gebeurt, maar ook dat er zoveel opspraak is geweest over keuzes die Twitch heeft gemaakt op het gebied van... moderatie. Klantvriendelijkheid eigenlijk, zeg maar. Ook naar streamers toe. En dat heel veel mensen daardoor al een beetje moe zijn van... elke keer weer een onderwerp wat niet lekker loopt. DMCA, hot tub, allemaal dingen. Er was toch laatst ook een protest of zo? Niet goed op. Voor een paar streamers die niet meer gingen streamen. Ja, precies. Tegen die hate rate. En die hate rate. Ik denk dat het ook wel samengaat met dat mensen meer denken aan YouTube als misschien een nieuwe start. Of weet je wel, dat ze van dat gezeik af zijn. Ik had ook een beetje zien van hoe vaak is Twitch de afgelopen jaren in het negatief nieuws gekomen. Heel hoe vaak is YouTube... live gaming in het negatieve nieuws gewoon niet. Ja, maar ook omdat misschien...
specifiek nee, live gaming. Maar ik moet wel zeggen, als het over YouTube gaming gaat, hoor ik altijd iedereen zeggen, oh ja, wel lachen, maar ik vind het niet te gebruiken, of ik vind de website niet meer, of onoverzichtelijk, of de chat is niet cool. Volgens mij sinds vandaag of gisteren is het officieel dat Better Twitch TV naar YouTube is gegaan. Oef. Ja. Oef. Dus je kan nu Better Twitch TV emotes en shit gebruiken. Heet het dan Better YouTube TV? Nee, volgens mij is het nog steeds Better TV, maar er is nu een YouTube integratie. Ja. Dus dat is al een stap in de goede richting. Better Twitch is een plugin dat je zeg maar emotes kan gebruiken, dus plaatjes die eigenlijk niet op Twitch beschikbaar zijn. En eigenlijk is natuurlijk dat een beetje de essentie van wat Twitch zo gezellig maakt. Twitch ook de werking van de website heb ik zelf wel. Ik vind het heel moeilijk om een YouTube-stream random tegen te komen. Terwijl Twitch is deels een page. Kijken wie je volgt en deels random shit. Zou je overstappen als je nu van YouTube 2 jaar lang gewoon een stabiele... een hele lijpe zak zou krijgen. Ja, ja 100%. Denk het wel. Inmiddels wel. 2 jaar geleden had ik gezegd van... Nee, precies. Nu ik dus ook. Nee. Exact wel. Ja. Maar dat komt dus ook... door al dat gezeik wat we de afgelopen jaren hebben meegemaakt... dat ik nu denk, als ze mij geld zouden bieden, zou ik het wel doen. Maar wat voor gezeik bedoel je? Nou ja, met hoe vrouwen op Twitch... Weet je wel hoe ze... Een goed voorbeeld vind ik laatst, die hate raids. Ik snap dat het moeilijk is om een chat te modereren... want er kan van alles geroepen worden. Maar dat er dan gezegd wordt... jullie hebben toch een banned wordlist? Vul die gewoon lekker aan. Ik snap die suggestie wel. Dat is een goede suggestie. Weet je, zet daar woorden in die je liever niet in je chat hebt. Maar tegelijkertijd was er iemand, een hele soort van tech-savvy guy... die had een soort van alle mogelijke manieren... waarop je een scheldwoord kon schrijven... Gewoon 1 woord had hij in een random generator gegooid. Ja. Met een streepje op de E. En de E is een 3. En de 3 is omgekeerd. En weet ik veel. 21 miljoen hits op een van de meest voorkomende scheldwoorden op Twitch. 1 miljoen. Dan moet je dus per woord 1 miljoen woorden gaan toevoegen. Nou ja, en hou op, dat kun je niet bij ons neerleggen. Maar, en niet alleen dat, Kevin. Als je dat zou doen, dan heb je natuurlijk ook zoveel false positives. Ook weet dat je wel, nog, dat, ja. Want we weten allemaal al dat... ik had bijvoorbeeld, wat was het nou ook weer? Er is zo'n klassiek Nederlands woord... wat dan in het Engels ineens niet meer... Oh ja, hoe? Ja, ja. Hoe? Ja, exact. Ja, precies. Dat die automod die meteen erop... Ja. Ja. Dus dat is een beetje het nadeel ook natuurlijk. En daarom denk ik ook, dat was natuurlijk laatst dat hele protest... van we gaan een dag staken en zo. Ja. Ja, volgens mij doen ze best wel wat ze kunnen, toch? Als in, Ik weet wel dat ze bijvoorbeeld emotes geband hebben die een letter hebben. Gewoon puur omdat ze bijvoorbeeld dan scheldwoorden kunnen typen met een emote erin. Ja. Want ik had toen een keertje een F, gewoon als emote. En die is verwijderd, omdat het is van TOS. Oh, bij mij ook inderdaad. Ja. Nou, ik had een F, maar dan dat ik er zelf bij was. En dan dacht ik van, waarom is deze nou weggehaald? Ja, omdat je bijvoorbeeld zo lelijk je kan op, fuck schrijven met een F, weet je wel. Ja, dan kan je de F en dan kan je ergens misschien een U... En dan daar een C. Ja, allemaal ook dat soort hate. We zijn er wel mee bezig. Maar... Dat we allemaal een deel van het alfabet. Als we nou 26 mensen en dan gewoon allemaal letter-emotes maken. Ja, perfect. Dat maar stom is dan wel Better Twitch TV. Daar kan je hem dan wel weer uploaden. Want ik heb toen hij verwijderd het van Twitch... heb ik hem meteen geüpload op Better Twitch TV. En nu zit hij gewoon alsnog in mijn chat. Dus het is een beetje... Weet je fixt het ene, maar niet het andere. Maar Better Twitch TV is natuurlijk geen Twitch, dus... Nee, maar wordt wel veel gebruikt. Nee, ik vind het jammer dat dit hun reactie was. Ik wist het eigenlijk niet, maar... Ja, maar Twitch legt altijd juist... verantwoordelijkheid bij de streamers. Ja, dat is sowieso. Maar ik bedoel dat ze geen contracten meer aanbieden. Of, of kleinere contracten. Dat ik denk van het is... Dan weet je de website heb je al. De content die moet je houden of juist aantrekken. En dat doe je hiermee niet echt. Maar denk je niet nu dat Google dacht van... top, dan trekken wij wel de portemonnee open dat Twitch achterblijft? Ik denk wel dat ze terugkomen op mijn woorden, hoor. Dat ze over een jaar of misschien anderhalf jaar... Maar dan is het misschien al. Maar kijk, dan moet YouTube echt een zieke power move zetten... door uit de grootste landen gewoon mensen weg te trekken. En daar 10 van bijvoorbeeld. En niet maar 2 guys. Daar red je het niet mee. Dat hebben we met niks ook gezien. Begin. Is ook. Ik ga wel het begin, Ja, maar het begin, dat was ook met mixen, bro. En toen op een gegeven moment was het, het is toch niet meer... Maar 2, toch? Ja, maar nu is het ook... Ja, oké, Dr. Lupo zat er ook natuurlijk. Maar goed, die is wat kleiner. Maar je moet denk ik niet vergeten dat Mixer probeerde echt zeg maar alleen een livestream-platform te zijn. Ja. Weet je, YouTube blijft de komende 40 jaar nog steeds een populair videoplatform. Ja. Niemand pakt ze dat af. Zij houden dat publiek. En als ze letterlijk dan de livestreaming nog upgraden, dat het ook gemakkelijk gaat. Ja, maar dat bedoel dat ik juist. Dat is ding echt. Ik zat de laatste stream hoorde ik dat van al die dingen die Twitch-streamers naar YouTube toe gaan. En ik denk, ga eens kijken bij dat YouTube Gaming Live of YouTube Live. Je kan eigenlijk bijna geen streamers vinden gewoon uit bepaalde panel. Je had het al vertabel in ieder geval. Je had nog voorheen YouTube Gaming als losstaand platform, maar dat hebben ze toen helemaal teruggetrokken. Dat is stom, want dat werkte maar beter. Het werkt maar het achterlijke was, je kon zeg maar, YouTube Gaming was eigenlijk gewoon een soort van shell voor YouTube, want je kon binnen YouTube ook gewoon die streams vinden. Dus het is wat je zelf leuk vond. Het was gewoon donker zeg maar in plaats van wit, want dat is het verschil. En dat was eigenlijk het enige. Ja, dit is toch heel goed voor ons eigenlijk dat wat er nu gebeurt. Want voor hetzelfde geld heeft Twitch nu zoiets van... oh, fuck, we moeten eigenlijk wel even step up our game, weet je wel. En dat Twitch dan misschien wel iets gaat doen waar we het mee eens zijn. No.
Ik bedoel, concurrentie is ook gezond. Tuurlijk. Ja, dat ze sowieso. Zijn echt een eenmacht geweest in heel lang. Maar als je erover nadenkt, dan is YouTube volgens mij het enige platform wat gewoon een beetje tegenstand kan bieden tegen Twitch. Want ja, absoluut. Als je met een nieuw platform komt, dat is moeilijk, man. Ja. Ik was ook wel een beetje blij toen ik hoorde blijf dat ze praten, dat kocht. We gaan roleren. Blijf praten. Ik kreeg gewoon een beetje het idee van, oké, YouTube gaat gewoon weer proberen de live gaming weer een beetje terug te brengen. Want ik had echt verwacht van, fuck it, ze hebben het opgegeven. Weet je, YouTube gaming is gone. Wat ik denk dat er gebeurt, is en ook een beetje op basis van het artikel wat vanmiddag online is gekomen. Ik denk gewoon dat zo'n Tim de Tatman, die heeft waarschijnlijk een heel laag bod van Twitch gehad. Want Twitch denkt, ja, waar moet je naartoe dan? Yeah. En die is toen gewoon met zijn management naar YouTube gegaan en heeft gezegd, luister, voor dit geld kan je mij nu hebben. En YouTube heeft waarschijnlijk gedacht, moeten we dat doen? Ah, laat maar. Ja, maar ik vond het ook goed. Ik denk wel nog steeds dat dan, zeg maar, Tim heeft gezegd tegen Twitch van, yo, dit biedt YouTube. Kom ook met een goed offer. En toen zei Twitch waarschijnlijk van, Twitch zijn waarschijnlijk dat gaan we niet doen. Ja. Toen is hij gegaan. Maar het is het zieke daaraan is dat die Tim de Tatman is daarheen gegaan. Is heeft volgens mij, ik weet niet hoe zijn streams nu gaan, maar heeft volgens mij vrijwel niks ingeleverd op kijkersaantallen. Nee. Maar dat is wel sick, omdat je dan en dat contract hebt en je hebt nog je kijkersaantal die je nog steeds verkoopt aan je sponsors. Hij heeft het denk ik wel het beste gedaan. Want dat met Shroud en Ninja begon heel hoog. Ja. Maar op een gegeven moment, zo als jij een contract hebt en zij betalen eigenlijk voor 30.000, 40.000 kijkers en op een gegeven moment heb jij 5.000 kijkers, dan zeggen ze ook, jongens, ik vind jullie heel lief, maar jullie gaan gewoon 1/8, weet ik veel, 1/5 krijgen van wat we normaal bieden. Maar YouTube heeft het ook niet random gedaan, hun twee, geloof ik. Ja. Want net wat je zegt, dat vond ik een hele goeie. Zij speelden met Dr. Disrespect, die was al op YouTube. Ja, ziek hoor. Zij gaan gewoon die soort van kleihoop gaan zij uitbreiden. Ja. Met mensen die daaraan kunnen plakken. Die sowieso al samen speelden. Die het nu jammer vinden dat het niet meer kan. Of die dat nu juist weer wel kunnen op YouTube. Dat soort dingen. Ja. Dat gaat alleen dat maar meer en meer gebeuren. Ik denk ook wel dat Nick Merckx wel. Ik denk wel dat hij ook getekend gaat worden. Ja, exact dat. Ja. Ja. Het verbaast mij dat hij. In mijn hoofd zat hij er al, joh. Hij zit op Twitch natuurlijk. Ja, man. Maar hij is echt de enige van al zijn maten. Ja, volgens mij op dit moment wel. Maar die guy pakt ook gewoon met Call of Duty en Apex gewoon 50.000 kijkers. Dus ik denk de volgende, dat zal hij wel worden, man. Denk ik. Heel benieuwd. En uiteraard Joost. Ja, uiteraard. Ik zie hem al gamen met die gasten. Zou wel episch zijn. What is behind this door? What is behind this door? Ja, we liepen net door die Amazing met al die lampen. En Boris zijn meteen van YouTube gaming. Weet je wel, gewoon, dit is gewoon de reviewplek. Zie je mij al staan tussen die lampen zo? Nou, exclusive. Even afrondend, waar denk je jullie dat Twitch de komende jaren naartoe gaat? Wat gaan we allemaal nog meemaken? Zitten we al op het hoogtepunt? De eerste stream vanuit de ruimte. Ik denk dat het hoogtepunt al geweest is. Ja, denk jij echt? Ja? Ik denk 2014, 15 dat Twitch het allerleukst was. In ieder geval van wat ik heb meegemaakt. Maar qua, dat is experience. Maar qua bedrijf, zeg maar, denk ik dat het hoogtepunt wel geweest is. Toen het over werd gekocht door Amazon, is het eigenlijk alleen maar omlaag gegaan qua hoe enjoyable het is om te gebruiken. Maar dat is qua enjoyable. Alleen als je kijkt naar het bereik, dat is dan wel weer de andere kant. En ik denk dat daar ook in. Ja, maar vergeet niet. Nee, ik kijk dan toch ook een beetje naar de dagelijkse realiteit. Enzo Knol, 35.000 viewers op een Pokémon Pack opening. Hè? Dat is wel even. Andere koek. Dat is moeilijk. Ik sluit me ook aan bij jou, hoor, want dat waren een soort van de old glory days. Maar nu, ik weet het niet, man. Het is inderdaad lastig. Kijk, als YouTube zometeen veel meer daarin investeert, noem maar op. Ja, dan kan het zomaar zijn dat je op een gegeven moment denkt, hey bro, deze 10 streamers die je keek, die zitten hier gewoon helemaal niet meer. Ik denk dat vanaf dat moment dat het wel echt gaat veranderen. Ik denk livestream in het algemeen gaat wel populairder worden, denk ik, nog dan dat het nu is. Ik denk niet dat livestreamen op zijn hoogtepunt zit. Ja, ik denk dat Twitch wel heel erg YouTube achteraan gaat op basis van. Maar er zijn veel kinderziektes waardoor het misschien nog mis kan gaan, zeg maar. Het is ook allemaal, wij zitten er al zo lang in, maar het is eigenlijk nog super nieuw natuurlijk. Ja, precies. Ja. Anyways, laten wij weer gaan roleren. Mag ik jullie allemaal ontzettend bedanken. Kevin Wonderen, Morrog, Shanna, Nina, Niet Wolter Kroes, Joost en Kippensoepje. Woe! Dankjewel, man. Met de applaus is minder hard dit keer. We zeggen het applaus voor Daniel. Dank je. Heel tof. Blijf ervaren. Blijf kijken, want we gaan nog 7 microfoons weg. Nou, inderdaad. Dankjewel, Morrog. Als je nu eens even kijken, hoe doe ik dit ook weer op keyword? We doen weer keyword. Even kijken. Amaze. Oké, ik heb keyword Amaze ingevuld. Als je nu Amaze in de chat gooit. Wat zei je? Kan er elke moment. Oké, dat komt helemaal goed. Als je Amaze in de chat gooit, AMAZE, dan maak je kans op 2 toegangskaarten voor Amaze hier in Amsterdam. Plus je kan 1 van de Bloemie-microfoons mee naar huis nemen. Ja, dat is toch mooi.
Dus gooi even Maze in de chat. Geef ik je nog heel even de tijd voor. Hoe vonden jullie Maze tussendoor? Vet. Geweldig. Ik was te laat, man. Je was te laat? Ja, ik heb het niet kunnen zien. Ah, dat gaan we nog wel even een keertje voor je regelen. Ja, want als radio... Maar jij werkt hier om de hoek, toch? Ja. Ja. Ja, ik kan hier gewoon altijd naartoe. Ja, dat moet je doen. Nee, maar dan moet jij het maar vertellen. Nee, echt. Vonden jullie? Oprecht. Nee, oprecht. Echt heel leuk. Ja. Echt leuke groep hadden we ook. Dus wij zaten met elkaar. Ja, we hadden een klein feestje binnen. Oh, jullie hebben echt even gereden. Ja, we hebben echt gereden. Bij DJ-gedeelte stonden we gewoon allemaal alsof we normaal voetballen. Het was niet een ritme, het was niet een zaal. Maar we gingen wel los. We gingen los. Ik zal eventjes de giveaway rollen. Iedereen die aan Maze heeft getypt. En het is Eendsaurus. Jij wint 2 toegangskaarten. Dus... Wat goed, zeg. Een bloemmicrofoon. Daniel, lekker. Wil jij eens eerlijk toegeven voor hoeveel geld aan camera-apparatuur hier staat? Want hij stelt een vraag, hoor. Ik heb een paar merken gezien. We kijken even rond en het is wel... Kijk, ik zeg jullie wel, ik wil los van Maze Amsterdam en natuurlijk Logi & Blue... wil ik eigenlijk ook René van Dalen van Dalen Camera Verhuur bedanken. Want daar kan ik altijd aan. Ik zeg, 100%. René, we gaan iets doen. Ik heb geen budget. Help mij. En hij heeft echt wel een mooi prijsje voor ons gemaakt. Waardoor we dit soort dingen kunnen doen. En dat is überhaupt gewoon, weet je, het hele ding van Twitch. Iedereen helpt een beetje. Die brengt dat. Weet je, iedereen zit hier belangeloos wat te doen. We hebben letterlijk 2 dagen geleden nog een cameraman uit Discord geplukt. Van, hey, wil jij cameraman? Ja, zo gaat dat. Maar mag ik jullie voorstellen aan Ben Billy Kwijt, Maris Mondria, Los Metos, Danger Empire en Jordi Warners. Welkom. Hallo. Ja, super, super vet om hier te zijn. Appelsap. Ik wil voor de uitnodiging zorgen. Ja, thanks Daniel. Leuk. Ja, tof. Superleuk om hier te zijn. Ik heb Sommie te danken aan de uitnodiging echt een dag geleden. Locatie. Maar vooral wat ik vet vind aan de locatie, dat je niet alleen dit doet, maar dat je dan ook die experience erbij hebt geregeld. En volgens mij zag ik al in het begin dat je dat ook een beetje al liet zien, ook aan de mensen thuis. Dus chapeau aan de crew. Ja, waarvoor dank. En ook dank aan iedereen die hier vandaag meewerkt. De streamdokters, nou ja, jullie allemaal sowieso. Want ik vind gewoon nog steeds wel... Laten we niet vergeten, kijk, ik weet ook wel... Hè, het succes van de talkshow is natuurlijk ook het succes van... Juist, en alle streamers die er te gast in willen zijn. Dus daarvoor ook ontzettend dank. Hoe is het voor jullie een beetje geweest de afgelopen tijd op Twitch? Ik denk dat... Wie zitten denken jullie het langst van dit groepje? Ik stream deze maand 2 jaar. Ik denk dat jij dan wel bent. Ja, dan ben jij het. Ja. Ben jij het. Hey, 2 jaar. Maar dat betekent dus eigenlijk allemaal, dus eigenlijk ben ik het. Want Maar hoe hebben jullie een beetje dit zien groeien, / veranderen, /... Nou ja, je bouwt een community over tijd. En ik denk dat vooral... Trek die mic even naar je toe, Wil. Sorry. Ja, top. Ik denk dat vooral het ding is dat wij heel erg onze eigen communities hebben zien groeien en ontwikkelen. Thank you. Ik denk dat vooral het grootste ding is. En je zag natuurlijk nu met de corona, zag je een hele grote corona-golf van nieuwe soort kijkers die binnen zijn gerold. Ik denk dat voornamelijk de 2 grootste verschillen zijn in de afgelopen tijd, denk ik. En is dat positief? Ja, ik denk zeker dat positief is, omdat het Twitch ook heeft gegroeid als platform. Ja, alle aandacht voor platform. Ja. Goede aandacht. Op zich, kinde. En daarmee kan je ook je community zelf ook groeien. Ja. Ik denk dat iedereen in die periode echt wel groei heeft gezien met aantal kijkers. Weet je, dat is toch alleen maar goed, denk ik. Ik denk inderdaad, wat jij net al zei, Billy. Ja, mensen, door corona kwam je al niet echt meer uit huis. En ben je veel meer achter een laptop gaan zitten, achter een tv. En zodoende kom je ook meer in aanraking met het digitale tijdperk waarin we zitten. En daar is Twitch natuurlijk een heel groot onderdeel van. Ben jij nou in coronatijd begonnen, Tos? Ja, echt. Nou, je bent een corona-streamer. Even denken. Eigenlijk... Jij had al lang gestopt moeten zijn. Ja, klopt. Ja. Ik had een piek mee moeten maken en nu stoppen we ermee. Nee, ik ben in september daarvoor begonnen, voordat het in maart natuurlijk uitbrak. Alleen, ik was echt heel blanco begonnen. Ik had geen idee wat het allemaal inhield. Dus ik drukte gewoon aan op mijn PlayStation. En toen bleek mijn internet niet goed te zijn. Toen bleek alles niet te werken. Dus toen heb ik uiteindelijk nog 6 maanden op goed internet moeten wachten. En toen kon ik een beetje beginnen. En toen was het inderdaad 2 maandjes nadat de corona begon, ben ik gaan starten. Ja. Maar dan mag ik mezelf ook een corona-streamer noemen. Ja, een beetje. Ja, nou ja, ik weet nog dat jij had een talkshow met radio-dj's.
En, oh ja. Dat was op een zaterdagavond zelfs. Voor, die hebben jullie misschien gemist? Want nee, die heb ik wel gezien. Oh, in één keer hadden we de hele radio zien. Dat was met jou, met Domien, met Joost Burger, met Ivo nog een paar. Ja, de hele reut. Ja. En ik zag dat en ik dacht, holy shit, dit is vet. Maar het komt omdat ik ben gewoon best wel een tech-nerd, radio-nerd. Dus ik had zelf altijd mijn studiootje wel thuis. En dat is nu alleen maar groter geworden. En ik vond het super vet. Maar ik merk wel, en dat is iets waar ik dan nu even doorheen moet merken aan mezelf, is dat je begint de coronatijd. Ik denk dat iedereen dat nu al merkt, ook al met de zomer en zo, dat de kijkcijfers en de interactie. Het is even mensen hebben opeens dingen te doen. Voor mij is juist technologie geweest. Wij hebben dingen te doen. Ook. Maar ja, en dat merk ik dan nu de afgelopen tijd. Maar ik heb zelfs maar iets van, ik houd de kruis Jordi. Ja, ja, maar dat hebben we allemaal. Als dat voel ik ook. Dat voelt iedereen. We hebben het er vaak ook in Discord over gehad. Ja. En ik merkte ook dat... Maar Twitch ziet dat zelf ook. Hè. Als in er is gewoon een zomerdip. Want wat wij doen is gewoon niet heel compatible met de zomer. Want wat wij doen is gericht op mensen die graag binnen willen zitten. Binnen zitten, thuis zitten. Lekker stukje kijken. Chocolademelk. Alleen de echte gamers zijn nog in de zomer binnen natuurlijk. Ja. Ik heb dan wel veel buiten gestaan de afgelopen zomer. Met het tennissen dan. En dat was wel een uitkomst. Want, props voor jou, Tos. Want we hadden het eerst al over bijzondere dingen doen op Twitch. Los van gamen. Ja. Mocht je Tos nog niet kennen, los met Tos op Twitch. En je was al heel lang tennisleraar. Nou, eigenlijk, ik heb in coronatijd de opleiding gedaan. Oh, echt? En ik heb heel veel geluk gehad dat door kon. Want het heeft echt een tijdje stilgelegen ook. Maar ik heb in coronatijd mijn officiële licentie gehaald. Dus in die zin ben ik al anderhalf jaar nu bezig. Ja. Maar nu ben je de tennisleraar van Twitch. Ja, het was voor mij eigenlijk een hele simpel vervolg. Want ik was al streamer en deed al met heel veel passie en plezier. En ik dacht op een gegeven moment van, het is hartstikke leuk om dat te kunnen combineren en kijken wat de mogelijkheden zijn. En tot nu toe had ik niet verwacht dat het zo zou uitpakken. Maar deze man verdient eigenlijk meer props voor het feit dat hij jou heeft laten sporten. Zo. Ja. Oh, ja. Ik zou er bijna een applausje voor willen geven. En een hele hoop andere mensen. Ja. Maar ik bedoel, Rick in het tennisrokje. Ja, dat zag er goed uit. Wacht, kunnen we dit ergens terugkijken? Rick in het tennisrokje. Rick in het tennisrokje. Ja. Hangt in een fotobos op boven mijn bed. Ook Tos in tennisrokje. Heerlijk. Ja. Ik zit ondertussen ook de chat een beetje mee te lezen. Hoor. Iemand zegt, Jordi zit voor Jill. Hij moet een beetje naar achter. Ja, ik heb de opdracht van Sumi om in het midden te gaan zitten. Ja, neem je mic mee. Ja. Ja, je bent zo breed. Dan moet QC nog aanschuiven. Ja. Even over zeg maar, toffe content. Kijk, wat Tos doet is natuurlijk heel vet. Ik vind bijvoorbeeld de Sushi Dragon is dan een Amerikaanse streamer. Die doet al die dingen met die gekke graphics en zo. Dat vind ik ook heel tof. Wat zijn voor jullie streamers waarvan je denkt, die doet net even wat anders dan de rest. En ik hou ervan. Ja, er is voor mij, ik ben natuurlijk VR-fan, dus voor mij is het Beat Saber. En dan is er eentje, die heeft echt al een paar duizend uur in het spel zitten. En ja, zijn content, dat steekt. Er zijn nog niet veel Beat Saber streamers, dus wat hij doet, steekt er echt met mij. Maar speelt hij gewoon de game of zie je hem dan ook in een soort AR erin zitten of zo? Nee, hij speelt wel echt gewoon de game. Hij heeft wel een avatar die er dan naast staat, dat dan volledig bodytracking zijn lichaam nadoet. Vet. En zo speelt hij dan Beat Saber. Ik heb ook tijdens Beat Saber mijn eigen avatar, omdat ik het gewoon heel naar vind, omdat ik mezelf niet op webcam kan zien. Dus dan liever een avatar en dan maar VTuber zijn dan... Ja, zelf gewoon die hele VTuber scene is sowieso interessant. Ik had op mijn verjaardag had ik wel dat je punten kon inleveren om mijn webcam aan te zetten. En dat doe ik nooit meer. Ik keek het terug. Ik heb gelijk een foto offline gehaald. Ik denk, niemand mag dit terugkijken. Want wat dan? Wat maakt het voor jou? Het ziet er niet uit. Nee? Dan sta je voor zo'n webcam en je ziet jezelf niet. Want je hebt een VR-headset op. Ja. Nee, met VR is het heel raar. Ja. In-game ziet het er super vet uit. Want ik heb lightsabers in mijn handen. Ik ben gewoon kinderen in tempels aan het vermoorden, joh. Ja, maar als je mijn webcam aan hebt staan, het ziet er niet uit. Dat is wel met al die Nee, maar in het echt, dan zie je me sukkelig met twee van die witte dingetjes. Ben je daar dan heel erg mee bezig? Zo van, ik moet er goed uitzien op de stream of op de foto? Of... Nee, niet eens. Ik bedoel, als ik Apex speel, dan kijk ik zo zagrijnig als het maar kan. Want dat is gewoon mijn resting gaming face. Dus ik ben niet actief bezig daarmee. Ja, maar dan heb je niet dan die bril op. En, ja. VR is toch wel iets heel anders. Want je kan niet... Hey. Kijk eens wie er daar is. Dankjewel, maat. Dat je de bed. Ik ga wel heel eerlijk zeggen, deze heb ik net meegekregen bij een andere show.
Hij dacht recyclen. Bedankt QC staat erop. Oh ja, dankjewel QC voor de fijne samenwerking. Good man. Hey Q, jongen. Ja, ik ben er, man. Ja, je bent het. Draai even de mic even goed naar je gezicht, maar... Kijk, de tweede streamer die bijna nooit meer live is. Ga je weer een keer live binnenkort? Binnenkort, maar ik kom weer terug. Ja. Oeh. Ik kom weer aan, joh. Ja, maar jij hebt het zo super druk gehad de afgelopen tijd met allemaal campagnes en dingen, tv-shows en het huis. Maar ik ben nu een nieuwe gameroom aan het maken. Wordt wel een stuk kleiner, maar nog wel een stuk nicer. En daar ben ik ook weer bezig voor de livestream ding aan het voorbereiden. Ja, lekker man. Ja, toch? Ja. Lekker man. Zo, gaan je ook weer nachtelijks op Discord zien? Of, wat zei je? Gaan we je ook weer nachtelijks op Discord zien? Dat weet ik niet. Ik het wel, hoor. Ja. Is alles nu in het huis af? Bijna. Ik denk op 95% nu, misschien 96%. Oké, nice. Maar, ik ben ook weer helemaal skeer. Je hebt helemaal niks meer. Ik heb niks meer. Dus als er mensen zijn die nog campagnes... Ik zit even een beetje te kijken naar alle topics van de afgelopen jaren. Dingen waar veel gezeik over is geweest. Weet je wat? Dit is een mooi moment om niet gezeik te doen, maar gewoon even een klassieke vraag. Heel toevallig dat ik die nu stel. Wat kost je outfit? En dit is natuurlijk ook wel een extra grappige vraag op Twitch. Omdat streamers over het algemeen niet heel veel moeite doen voor hoe ze eruit zien. Tenminste, de meeste. Nee. Ik zeg jullie heel eerlijk, ik ben volledig in America Today gestoken. Ik denk dat we onder de 100 euro wel klaar zijn vandaag. Oh, easy. Ja. Even kijken. Telt de telefoon mee als deel van de outfit? Nee. Alles bij elkaar? Ja, dan zit ik net boven, maar het scheelt niet veel. Oké, een beetje flex. Nee. Een eurotje voor 150, maar dat komt dan meer door de schoenen, denk ik, dan door. Ja, precies. Ja, de schoenen zijn wel het grootste deel. Ja, maar het is wel vet. Ik heb dit shirtje gekocht bij de comeback van Swedish House Mafia. Het is gewoon zo'n typisch band shirtje. Maar iedere keer als ik hem aantrek, denk ik, ja, fuck. Vet. Ja, ben ik gewoon geweest. Ja, lachen. Oh, uiteindelijk heb ik zoiets van, je moet uiteindelijk gewoon comfortabel voelen in wat je draagt. En of dat nou een merk is of dat het nou 300 of 100 euro kost. Ja, maar toen Q in één keer die deur intrapte met zijn Versace badjas, had ik dat. Oké. Ik moet zeggen, vannacht, het klinkt raar, maar ik werd dus wakker voor allemaal paarden, zeg maar, in mijn straat. Maar ik weet niet of je aan het dromen bent of dat je wakker bent, zeg maar. Ja. En daarna, ik werd wakker en ik besefte, het is gewoon mijn kledingkast. Wat kost jouw outfit vandaag dan? Nee, mag je ook geïnfluenced? Want mijn bril is bijvoorbeeld geïnfluenced. Dus dat is... Oh ja, heb je gewoon even op je hoofd geïnfluenced? Ja. Ik mag meerekenen. Maar... Vind van wel, Q. Ja, tel hem erbij. Heb ik weer precies de verkeerde schoenen aan. Ik dacht, alleen maar Nike's. En dan heb ik vandaag toevallig andere schoenen aan die weer een stukje duurder zijn. Maar je komt met een goede vraag. Ik weet niet. Ik denk dat je ons wel verslaat, wat dat betreft. Ik zit net boven de 200, maar dat is puur omdat ik mijn Adidas Lego schoenen draag. Dus dat is dan net... Ja, man. Hey, zijn mooie schoenen. Ja, dank u. Ja, ik denk, dit heb ik gewoon bij zo'n outlet gehaald. Maar het was wel tof. Ik denk misschien 110 of zo is deze. Oké, die bril is dus met sterkte en alles erop en eraan 1300. Maar geïnfluenced. 1300 voor een bril, maar... Ja, ik zou het nooit voor een bril betalen. Maar geïnfluenced is dan... Is gewoon, je dekt het af en toe en dan... dan kan je het zien. Gaat, hè? Ja. Je vernoemt het af en toe eens in een talkshow of zo. Oh. Hey, thanks Zoomy, man. Lekker. Ja. Hey, doe mij er ook nog een Zoom. Lekker. Ik bedoel, dit is natuurlijk jouw meme-vraag die vroeger altijd stelde bij Supergaande. Maar ik weet nog dat... Wij hebben vaak op Discord gezeten s'nachts. Ja. En er was een periode dat QC echt altijd bezig was met Social Blade. Altijd zat hij in te loggen. Oh, yeah. Hoe gaan de stats? Hoeveel followers heb ik erbij gekregen? Hoeveel kijkminuten? En dat is eigenlijk een beetje de vraag is... letten we met z'n allen te veel op statistieken? Is een beetje een soort topic wat ook... Ja. Ik denk dat je, ook als je een bedrijf hebt... moet je ook op de statistieken letten. En je moet jezelf, als je een influencer of een streamer bent of iets... moet je jezelf ook als bedrijf zien. Dus het is ook belangrijk om de cijfers te zien... om te kijken van oké, dit werkt niet. Maar op het moment dat je er slecht door gaat voelen... omdat je denkt van, mijn foto haalt niet zoveel likes. Dus, snap je? Dan is het meer een persoonlijke kwestie of zo. Maar als jij gewoon, voor je bedrijf moet je wel gewoon alles goed in de gaten houden, man. En ik heb bijvoorbeeld laatst gooi ik weer veel wegmisbruikersvideo's. Ik zie die...
Dan houden die lijn ook lekker aan. Toch? En dan denk je, ja, we blijven die weg misbruiken. Ja. Wat ik dan trouwens wel interessant vind, hè, want hoeveel zijn we eigenlijk bezig met cijfers van anderen? Want bij Dinken, tenminste, als ik voor mezelf spreek, wel eens, fuck man, hoezo haal ik hier dit op, weet je wel? Wat moet dat merk wel niet denken? Of wat moet die influencer of die collega wel niet denken van mijn cijfers? Terwijl volgens mij wij ik allemaal denk helemaal dat niet wij echt bezig zijn heel met erg bezig zijn met toch? Onze eigen getallen. Ja. Ja. En niet zozeer met die van andere mensen. Kijk eens. Ik denk dat dat wel een verschil is. Bijvoorbeeld, ik weet niet of dat ook zo werkt in YouTube. Dat mensen daar veel meer aan het vergelijken zijn. Maar ik heb meer het idee dat op Twitch een soort gunfactor is, die er iets minder is op bijvoorbeeld YouTube. Ja, dat je gewoon een beetje je eigen dingen in de gaten houdt en misschien van de mensen. Nee, juist niet. Zeg maar juist wel op Twitch en niet op YouTube. Nee, maar ik denk dat ook weer daarin weer hetzelfde is. Want de Gamma weet ook wat Hornbach qua cijfers doet en zo, toch? Dat is, ja, ja. Het is wel belangrijk om te weten. Het is niet per se of zo dat je denkt van oké, ik ben jaloers of kut dat hij harder gaat. Maar je kan er wel van leren. Of juist ernaar kijken en denken van oké, zo moet ik het dus niet aanpakken. Maar je kan je ook wel gek laten maken. Ja, toch? Want ik bedoel, ik denk dat het belangrijkste is. Je kan je heel erg gek laten maken door bijvoorbeeld, ik noemde hem net al, Enzo die 34.000 kijkers haalt. Ja, dat is toch niet realistisch om mee te vergelijken. Ja, dat noem je ook wel een hoor. Nee, oké, maar ook hij weet natuurlijk donders goed dat zonder die Pokémon pack niet gebeurd was. Ja, nee, tuurlijk. De 34.000? Ja. Ik ga een paar Pokémon-kaarten kopen. Nee, maar. Ja, het is maar net hoe je het benadert of hoe je ernaar kijkt. Kijk je ernaar van, oh shit, weet je toch, wat kan ik zelf toepassen om ook gewoon harder te gaan? Of je gaat kijken, ja, kut. Zo moet je het nooit benaderen, weet je. Je moet gewoon op je eigen grind blijven. En daaraan bouwen gewoon. Maar ik vond het wel interessant, want ik zag laatst bij een Instagram, ik zal zijn naam niet noemen. Die had een post online. En ik keek naar die post en denk, hè, ik kan het aantal likes helemaal niet zien. Het leek net of er twee mensen een like hadden gegeven. Eentje die ik volg. En ik klik erop en ik zie veel meer likes. En ik kijk op zijn profiel. Het blijkt dat hij bij de ene post likes wel weghaalt. En de andere likes maar Instagram verwijdert het ook gedeeltelijk. Kan je dat zelf doen? Instagram zelf is daarmee bezig dus ook. Eerst hadden ze natuurlijk een experiment. Van we gaan bij sommigen de likes weghalen. Omdat het een soort van voor je welzijn of weet ik veel wat. Blablabla. Ja. Omdat al die meisjes dat met elkaar toen hebben ze op een gegeven moment gewoon de keuze gegeven. Van je kan nu kiezen of je je likes aan wilt zetten. Of uit wilt zetten voor dingen. Dus dan zie je alleen van, hij is gelijk. Maar je ziet niet door hoeveel mensen. Maar kan je dat dus ook per post aanpassen? Ik denk het wel. Ik denk dat je dat wel per post kan doen. Maar wat ik daar niet meer in merk, er zijn gewoon een paar YouTubers of influencers, die gaan niet meer zo lekker. Ja. Die zetten het gewoon uit. Ja. Die hebben 500.000 volgers, hebben 400 likes op een post. Die denken, ik zet hem maar uit. Ja, dan kan je gewoon lekker sponsors naar binnen parken inderdaad. Is dit dan een beetje te vergelijken met wat veel streamers doen, en misschien jullie ook, is het feit dat je dan je kijkers uitzet terwijl je live bent? Dat je zoiets hebt van, ik kijk er niet naar, want... Sterker nog, ik merkte aan het begin van deze talkshow, had ik het kanaal openstaan. Mm-hmm. En toen dacht ik, snel even naar dashboard, want dan zie ik mijn kijkers niet. Ja. Want ik vind dat niet fijn. Word je daar dan door beïnvloed? Weet je wat het ding is? En dit is ook een beetje bij bedoel, Jordi kan erover meepraten. Kijk, bij radio krijg je het ook pas aan het einde van de maand. Ja. En ik denk dat het heel goed is, want onze bazen hebben vroeger, toen wij net begonnen, vaak tegen ons gezegd van, maar als je het real-time zou zien, dan zie je dat er in één keer 1000 mensen minder luisteren. Ja, ja. En dan ga je heel erg aan jezelf twijfelen. Dan denk je, maar waarom? Waarom is dat? Ja, je weet de reden niet. Terwijl GTSD is net begonnen. Klopt. Weet je wel? Ik vind het wel grappig, want ik doe nu de laatste tijd ook motorstreams. En dan heb ik de chat, text-to-speech op mijn oren. Nou, dan zie je gewoon een camera aan mijn helm hangen. En dan ben ik lekker aan het motorrijden. Heel vet. Maar elk bericht krijg je text-to-speech. Ja, elk bericht. Het gaat wel allemaal langzaam. Maar soms valt een bericht in mijn oor weg. Ja. En ik heb wel eens streams. Want dan kan ik dus op dat moment dus niet de kijkers zien. En dan stap ik van de motor af. Een half uurtje later of zo krijg ik die mail van Twitch. En dan zie je het gemiddelde aantal kijkers. Dan denk ik, huh? Oh, maar het voelde echt alsof er 120 man aan het kijken waren. Want de chat was super actief. Super gaande, ja. Terwijl ik heb dus de kijkshuis wel aanstaan. En ik dacht laatst al, volgens mij moet ik het gewoon uitzetten. Moet je ook doen. Ja. En ik was laatst aan het streamen. En dan ben je te veel gefocust op het feit dat er maar een x-aantal kijkers zijn. Wat je dan voor jezelf te weinig vindt. Ja. Terwijl, misschien best wel een gezellig stream was. Nou, en daar komt ook nog bij dat soms kan je er gewoon geen pijl op trekken. Hè? Ik heb wel eens gehad dat ik op dinsdagavond om 11 uur live ging en in één keer over de 1000 heen ging. Ja. Maar ik heb ook wel eens gehad dat ik op dinsdagavond om 11 uur live ging dat er 200 mensen zaten te kijken of 150 of nog minder. En dan kan je heel erg inderdaad aan jezelf gaan twijfelen. Terwijl waarschijnlijk is het verschil gewoon dat in de ene week was er Olympische Spelen en in de andere week niet. Weet je wel, dat hoeft helemaal niet per se aan jou te liggen natuurlijk. Nee. Ik moet wel eerlijk bekennen, kijk, nu heb ik het niet meer, maar een tijdje ging mijn likes echt niet normaal. Ja, toch? Dus echt elke post, na 3-4 uur had ik 60.000, 70.000 likes. Het was absurd. En ik postte een keertje een foto.
En ik kijk op na 3-4 uur op mijn telefoon. Ik zie 27.000 likes. Ik denk, dit klopt niet. Verwijderen, verwijderen. Ik mijn telefoon opnieuw starten. En nog steeds niet. En toen, ik zeg eerlijk man, ik ben gewoon die dag eerder gaan slapen, man. Ja, wat op. Ja. Ja, maar ik dacht bij mezelf van, en toen merkte ik van, oké, okay, ik dacht dat het me niet pakte. Maar het pakt me wel. En nu heb ik gewoon, het boeit me allemaal niet meer, man. Ik gooi het ook al, ja, pakt het minder likes dan normaal gesproken. Dan is dat zo. En wat je zegt, het kan altijd ergens aan liggen. En dat doe ik ook altijd. Als ik ergens bijvoorbeeld iets plaats en het heeft minder views, dan zoek ik wel iets van, oh ja, het is de schuld van dit. Oh, tennis. Het regent, ja. Maar je merkt het ook in de zomer, toch? Ik weet niet of het op Twitch was. Maar met YouTube merkte je heel erg tijdens de zomerperiode. Ja, man. Hadden ze er net wel over. Maar dan even, mis je het, Twitch? Ja, man. Het is wel, livestreamen is nog steeds wel echt gewoon tof, man. Ja. Ja, ja. Maar, en waarom, als ik mag vragen, waarom doe je het nu minder of helemaal niet? Oh, tijd, man. Tijd en zo. En dan moet je dingen gaan. En op een gegeven moment raak je er ook uit. Toch? Ik merk ook bij Twitch moet je er eenmaal in zitten. Ja. En dan blijf je knallen. En dus als ik terugkom, wil ik wel echt consistent zijn. En ik denk dat het dan ook echt hard kan gaan als ik gewoon sowieso een vaste dag in de week heb en gewoon ga knallen. Ja. En het was wel altijd tof, zeg maar. Ja. Ik heb echt wel leuke streams ertussen gehad. En er kwam ook heel veel content uit dat tijd. Nou ja, sterker nog. Ik heb veel discussies gehad met Rick ook en met meerdere creators over waarom ziet iedereen het als twee verschillende dingen? Je kan natuurlijk gewoon iets livestreamen en het knippen en er een YouTube-video van maken. Ja. Maar veel mensen dan hebben mensen het al gezien. Te makkelijk of zo? Terwijl, ja, te makkelijk. Maar gebeurt heel veel. Ik heb toevallig vandaag op TikTok. Het wordt toch heel vaak op bekeken. Voor mij wordt heel veel gerecycled. Ja, ik heb op TikTok vandaag een clip gezet, ook van Twitch toevallig. Ik zie jou altijd op mijn For You-page langskomen. Dat slaat zo van, ik like zulke content niet eens. Je nog steeds QC's. Ja, altijd. Ik heb een soort van theorie daarover. Als je ooit één keer op mijn klik kom je er niet meer vanaf. Ik merk het. Maar je ziet het toch ook met bijvoorbeeld Ludwig. Die uploadt alles op zijn YouTube. Dan kan je net zo goed heel die livestream gewoon... Ik moet wel zeggen dat ik soms ook denk van... joh, ik moet wat sommige dingen op YouTube zetten. Maar ik heb wel de struggle dat ik het gewoon niet mooi vind. Met de overlays. Ja. Ja. Met de chat dingen, in beeld. Chat in beeld. Maar ik denk dat je echt alles moet aanpakken. En dat is echt met alles. Dus ook met YouTube, TikTok. Je moet echt overal alles actief op zijn. Ja, ik kom net... Jammer nog niet zeggen waarvoor het is, maar ik kom net van tv af. Daar ben ik nu een beetje meer aan het doen. Mm-hmm. Maar niet meer. Ik moet wel zeggen van YouTube blijft altijd mijn nummer één ding. Maar ik denk van ja, mensen zeggen toch altijd van ja, wat zou je kiezen, YouTube of tv? Maar ik denk ja, als je het beide kan doen. Als je het beide kan doen, ja. En het sterkt ook allemaal aan. Vraag het aan Stuk TV. Het jachtseizoen. Lekker geregeld. Ja, wij hebben onze eigen Daniel, hè? Wij hebben Sjaak. Ja. Maar even serieus, Sjaak als voice-over van Supergaande vind ik ook wel echt... Ja, dat is... Überhaupt, sowieso credits naar alle nieuwe dingen die jullie hebben gedaan. Want jullie hadden natuurlijk best wel gewoon een beetje jullie bestaande formats. Jullie hebben natuurlijk de freestyle geïntroduceerd, nu supergenakt. En nu komt er weer iets nieuws met roosten. Ik kan nog niet zeggen helemaal wat het is, maar... Hij heeft het nou al verklapt, het wordt gewoon roosten, maar... Ja, maar het wordt echt op elkaar roosten, maar echt op een andere level. Ja? Ja, man. Ik ben wel benieuwd. Dus dat wordt ook tof. En ja, we proberen gewoon heel de tijd nieuwe dingen te doen. En het team ook uit te breiden. Zoals je ziet, weet je, eerst waren ik en Nesim en ik waren wel gezicht van Supergaande samen begonnen. Maar nu zie je ook Frasie zit erbij en Tajula zit erbij. Sjaak die altijd hier en daar een gastrol komt doen of voice-overs doet. Dus wel een leuke combi. Die tv-show, je zei net even tussendoor. Wat was je naam ook alweer? Ja, je hebt weer mijn tv. Zag je, op het moment dat er in de contract staat, je mag hier niet over praten, anders een geldboete. Niks meer. Stuur gewoon doorwerken. Heel even over YouTubers en geld gesproken. Het is natuurlijk, ik heb de titel genoemd patserige creators, want het is steeds meer een ding natuurlijk, weet je wel. Ik zal niet per se namen noemen, maar de allergrootste Nederlandse YouTubers rijden bijna allemaal Lambo inmiddels. Ja. Of ze hebben een gigantisch huis, of... Ze flexen op een andere manier met het geld wat ze allemaal binnenhalen. Ik vind dat soms wel lastig. Want ik heb ook het idee alsof bij onder kids geld nu zo'n belangrijk ding is geworden. Het lijkt me geld. Maar ik denk ook wel dat er een bepaalde... Nu, ze hebben natuurlijk een voorbeeldfunctie, de grotere jongens. En ja, de kids van nu gaan er anders naar kijken. Naar geld en naar doelen en naar dingen dan dat wij misschien 15 jaar geleden of 10 jaar geleden deden. Ik zeg je eerlijk, ik vind een Lambo kopen niet zo heel cool. Want tenminste, als je echt iets met supercars hebt en je denkt, oh, dit vind ik geweldig. Oké, doe lekker je ding. Maar ik heb het idee dat er nu ook heel veel mensen zijn die het gewoon doen omdat ze denken, ik wil erbij omdat horen. Omdat ze willen flexen, ja. Ik was laatst op een familie barbecue en mijn kleine neefje van 6 komt naar mij toe en zegt, yo, ik ga later een Lambo kopen. En al mijn favoriete YouTubers hebben er één. Dan ga ik heel
heel veel geld sparen en dan ga ik er eentje kopen. Niemand een Mazda. Ik had gewoon een Action Man en dan bleef het daarbij. Weet je wel. Ja, ik vind het wel ergens dubbel. Want als je bijvoorbeeld naar een Royalistic kijkt, want ik ga dan wel namen noemen. Lekker man. Kijk, aan de ene kant. Je hebt net een super dikke RS Q8R gekocht. En koopt er nu dan een Lambo bij. En aan de ene kant kun je denken van ja, moet dat nou? Weet je, super flex en... Dat denk ik wel, ja. Slecht, ja, dan valt zo'n billetje nog best wel mee, hè? Dan valt zo'n billetje. Ja, er zijn veel mensen natuurlijk die dat ding. Aan de andere kant zegt hij ook gewoon van ja, ik ben nu jong. Ik heb geld gepakt met Bitcoin. Nou ja, niet met Bitcoin, maar gewoon met de crypto. Mm-hmm. Ja. Waarom zou ik het niet doen? Ik bedoel... Ik kan het nu doen. Ik kan het me nu veroorloven. Nou, blijkbaar kan hij zich ook zodanig veroorloven. Ik dacht dat dat jij het je kon veroorloven. Nee, maar om vanuit zijn woord te spreken. Dus ik vind het aan de ene kant denk ik van ja, fuck it. Weet je, doe het gewoon. Als je het geld hebt en je kan het je veroorloven, waarom zou je het niet doen? Nou ja, vanwege kant, het voorbeeld wat je geeft aan de jeugd. Ja, maar ja, dat is ook het enige. En omdat het niet een hele waarom zou je jezelf tegenhouden met geld dat jij verdiend hebt alleen maar voor kinderen? Ja, als ik hetzelfde geld als die mensen had, zou mijn hele huis staan gewoon met alles van Lord of the Rings. Dat is ook honderden duizend. Ja, maar kijk, euro's. Dat is jouw ding. Maar jij zou bijvoorbeeld niet een Lambo kopen. Ook, ja, ik zou zo'n Lambo halen. Of ja, niet ja, dat doen als het niet zou. Maar kijk, bijvoorbeeld een van een R8 of zo in de garage hebben ze daar geen probleem. Ik bedoel, ik zou een mooie auto uitkiezen. En dan kan je gewoon niet naar het prijskaartje kijken. Nee, oké, maar kijk, een mooie auto... Of doe je het voor de flex? Ik doe het voor de flex. Ja. Ik bedoel, ik wil dan gewoon in mijn kamer laten zo'n deur, alsof je in Star Wars zo de... Ja, maar kijk, dit is typisch, toch? Ik zie dit voor me. Dit is jouw huis later. Tourhouses ze zo gewoon meer geld binnenharken. Mij hou je niet tegen. Ik bedoel, meer Lord of the Rings dingen naar binnenharken. Waarom zou je het niet doen, toch? Ja. Nee, oké, dus het is eigenlijk allemaal niet zo'n... Je gaat in een hobbithuis wonen. Ja, absoluut. Ik bedoel, er staat er gewoon echt spullen van Lord of the Rings. Dat is ook niet goedkoop. Maar ja, en dan gewoon lekker een auto in de garage, geen probleem. Ik bedoel... Wat boeit mij een 12-jarige dan? Als ik jou zo hoor praten, ben ik er toch anders over gaan nadenken. Het is niet goed. Nee, we moeten dit niet willen voor de jeugd. Stop slapen. Nee, maar ik denk dat het... kijk, bijvoorbeeld... veel mensen hebben nu Lambos en zo. Kijk, je hebt bijvoorbeeld Joël Beukers, Kosso en dingen. Vind ik anders. Dat is anders, wou ik net zeggen. Omdat het hoort er een soort van bij. Maar het is ook een... marketing truc, toch? Ja. En waarom het dan bij YouTubers anders is, het is... Ja, ik vond zeg maar, bijvoorbeeld bij, weet je nou, Kwebbelkop, die gooide een... eigenlijk doet YouTube het ook voor een soort van marketing truc, toch? Of is het meer flex? Want ik heb meer het gevoel van, ik heb bij Kosso of zo... Bij Kosso bijvoorbeeld echt niet het gevoel dat hij aan het flex is, of bij Mo of bij Joël. Ja, maar kijk, dus... ik denk dat Kosso verkoopt meer van die potten vanwege die Lambo. Ja. Joël Beukers verkoopt ook meer potten. En Mo ook. Maar ik denk dat bij de YouTubers, die trekken niet per se meer viewers omdat ze Lambo hebben. Maar bijvoorbeeld... Maar dat is echt veel viewers. Dat is wat de Kwebbelkop heel goed zei. Want Kwebbelkop had ergens een interview. Voor mij bij MTV of zo. En daar vroegen ze aan hem, wie vind jij de meest overschatte YouTuber? En toen noemde hij dus Gio. En hij zegt van, het is niet per se dat hij slecht is of zo. Maar met natuurlijk, hij koopt een huis, hij koopt auto's. En het beeld wat hij daar wel... De jeugd denkt nu heel erg van, als jij succes hebt, dan is jouw content waarschijnlijk ook goed. Ik snapte hem wel. Ik weet niet of je begrijpt waar ik naartoe ga, maar ik begrijp wel wat hij zei. Dus eigenlijk... Hij heeft een dikke huis, hij heeft een dikke auto. Het zal wel goed zijn. Zijn content zou wel top zijn. Ik denk dat heel veel jeugd dat nu... Denkt. Zo denkt. Ik denk niet dat het beeld realistischer wordt naarmate dit... Maar dat is altijd al zo geweest. Ik bedoel, toen ik jong was, keek ik ook veel rapclips en zo. En daar zag ik ook alle de rollies en dit MTV en Cribs. Ja, snap en je? Kijk eens op de andere manier. Weet je, als je een donder jongen hebt of een Gio en die wonen nog steeds bij hun ouders thuis en die hebben ieder jaar weer dezelfde content, blijft het dan nog interessant om naar te kijken? Nee, je wil juist zien dat iemand succes krijgt, denk ik. Je wil juist zien dat iemand een huis koopt, daar een verbouwing in doet, dan een Lambo heeft en dan de hele tijd een soort van, maar ja, waar houdt het op, weet je wel? Waar zit dan het plafond? Want op een gegeven moment dan... Ja, kun je wel 5 Lambo's voor de deur hebben staan, maar dan is dat ook niet meer. Gewoon nieuwste model ook hier halen. Kun je daar een video van maken. En ik vind ook wel, en dat is misschien niet per se qua auto's, maar je hoeft ook niet... Soms heb ik het gevoel dat mensen alles willen laten zien, maar ook op het gebied van, oh, kijk eens wat ik voor een ander doe. Kijk eens wat ik hier doe. Terwijl, denk ik, dat is ook niet nodig. Ik doe ook heel veel dingen buiten de scherm, zeg maar. Bro, ik heb er nooit over gevlogd, nooit Ik voel iets. Me dan een beetje vies. Ik doe wel eens iets gewoon voor iemand of voor een goed doel of whatever. Ja. En dan denk ik... zal ik hier een post van maken? Maar dan denk ik, wat gaan mensen dan... Bijvoorbeeld een donatie hebben gedaan, dat laten zien. Oké, dat is één ding. Maar dan ook nog even het bedrag. Ja. Dus
Ja, maar ik denk sowieso dat met alles en nu een heel, met heel het online en zo is een, ja, best wel een verknipt beeld, toch? En ik denk dat we daar zelf misschien enigszins ook allemaal aan meedoen. Ja, ja. Ik denk dat het vooral belangrijk is, zeg maar, voor kinderen, dat zij wel het beeld houden, zolang ik er hard voor werk, dan verdien ik het ook. Ja, maar met hard werken gaan ze echt geen Lambo kopen, toch? Nee, natuurlijk niet. Maar dan moet je heel hard werken. Maar als stratenmaker kom je er niet. Op den duur kan je een Lambo kopen. Maar ja, moet je heel lang is om heel hard werken. Met je ouders te hebben, toch? Kijk, als mijn zoon op een gegeven moment naar mij toe komt, hij zegt, ay, dan weet ik van wat voor YouTubers dan actief zijn. En die zeggen, ja, die heeft een Lambo en dat wil ik later ook. Kijk, dan kan ik waarschijnlijk gewoon zeggen, tuurlijk. Ik kom op. Nee, maar dan ga ik wel, ik ga hem wel gewoon die lijflessen geven, toch? Van ja, het werkt niet altijd zo. Ja, maar als, maar die dus niet, toch, als die dus niet worden gegeven, ja, ja, dan. Ja. Worden, maar het is nu heel erg gericht op YouTubers. Terwijl, maar voetballers zijn we, sinds jongs af aan kijken we het ook zo. We keken ook naar voetballers. Ik dacht van zo, dat wil ik ook. Zo. MTV Cribs, wel wat je net zei. Jubileer Knoef. Goed, alles schil. Ik heb nog even een dingetje. Ik heb het 2,5 uur uitgesteld. Omdat mensen in het begin zeiden, ja, ik wil het niet over corona hebben. Laten we het dan niet echt over corona hebben. Nu zijn wij de klos. Maar over COVID. Shit, man. Dit werd net nog niet voorgesteld als het slechtste onderwerp. Zitten wij op dat moment aan tafel. Ik moet het wel even hebben over wat er gisteren gebeurd is. Unmute us in heel Nederland. Wat is dat? Protesten voor de evenementensector. Oké, dus heel veel organisaties, waaronder ID&T, waar wij vandaag te gast zijn in de Maze, hebben natuurlijk een gigantische klap gekregen van de hele coronacrisis. Niks mag doorgaan. Ja. En ik kan me voorstellen dat hier, want dit is ook het hoofdkantoor van ID&T, hierboven werken mensen jarenlang om waanzinnige festivals neer te zetten. Die designen stages, die bedenken helemaal hoe een lichtplan, een stroomplan, et cetera. En dat wordt allemaal gecanceld. En dan zie je, ik vond het zelf leuk om naar te kijken, maar ik kan me echt wel voorstellen dat het pijn doet. Als je dan de Formule 1 ziet, en je ziet daar 70.000 mensen hossend om elkaar. Ja, dat is bizar. Ja, en nu hebben ze dus zoiets van, nou, je mist gunst ook niet, de mensen bij Formule 1. Nee, zeker niet. Het is gewoon een beetje een naar ding om te zien van, ik hou ook van concerten, dat is, en Comic-Cons, dat is waar ik altijd heen ga. En dan gun ik natuurlijk mensen die Formule 1-fans zijn net zo erg dat plezier. Want ik ga dat niet van andere mensen afpikken, maar dan moeten wij ook dat plezier krijgen. En dan snap ik het. Het is heel dubbel, toch? Ja, ik denk dat het meer boos is om van, joh, waarom kan dit wel en dit niet? Ja, maar dat wordt nu als grootste argument gebruikt. Zo van, corona is nog niet weg. Zandvoort had gewoon nooit moeten gebeuren, toch? Nou, maar en ik denk ook, een mutas gaat ook niet over, weet je wel, het zijn geen wappies. Het is niet corona bestaat. Iedereen is die zitten er wel tussen. Ja, maar tuurlijk, maar de essentie van een mutas is, we begrijpen het. Maar het is niet, het staat niet meer in verhouding. Nee. En ik heb gisteren ook in Utrecht meegelopen, omdat ik ook echt gewoon daar wilde zijn. De eerste editie kon ik helaas niet bij zijn. En nu had ik zoiets van, ik wil daar gewoon bij zijn. Ik heb gisteravond ook nog opgetreden. Dat was dan voor 750 man in Reusel. Ik ben dan MC, doe ik dan met een DJ samen. En het is gewoon, ik vond het hartverscheurend die vrijdag, zeg maar, dat de overheid besloot, vanaf dit weekend gaan de festivals niet meer door. Want mensen hebben daar gewoon 2 weken lang voor festivals opgebouwd. En dat werd in 1 keer, mocht dat de volgende ochtend, net zo hard weer afgebroken worden. Ja. En ik vind het gewoon, zo ga je niet met mensen om. Dat kan niet. Je kan gewoon niet op die manier dat soort besluiten nemen. En het zijn ook niet alleen de artiesten, hè? Want dat hoorde ik laatst ook van, zeker niet. Het is ook de podiumbouwer. Ja, het is ook de veiliger. De schaalbelegger. De hele alles. Iedereen eromheen is de dupe van wat ook dan gesloten wordt. En dat, daar hebben mensen het ook te weinig over, denk ik. Het zijn niet alleen de mensen die achter het scherm werken of optreden, maar het zijn ook de mensen die daar als festivalbezoeker komen. Ja. Ik denk dat iedereen hier aan tafel of iedereen hier in de zaal echt toe is aan gewoon gezelligheid, sociaal zijn. Een feestje, zeker, weet je wel. En maar waarom kan het ook niet of zo? Ik weet niet precies de cijfers of zo, maar grotendeels is al gevaccineerd, toch? Ja, maar je hebt die Delta-variant ook. Zijn jullie allemaal gevaccineerd? Nee, ik ben ik ben niet, man. Ja. En waarom niet? Ik ben bang dat mijn dik ineens de 3 jaren later afvalt. Nee. Ik ben helemaal niet van, weet je, als ze zetten chips in mijn lichaam en zo, dat helemaal niet. Maar ik vind wel heel erg dat het, ja. Je bent geen antivaxxer, maar je wilt het zelf niet. Nee, maar gewoon, het is maar net op de markt eigenlijk, om het zeg maar zo te zeggen. En we weten nog, we weten niet wat er over 10 jaar of over 5 jaar, snap je? Ik denk dat het allemaal wel mee zal vallen. Ik heb er 2 in zitten. Ik ga nog net zo lekker, joh. Ik vond het prima. Maar ik vind je al graag gedrag. Nee, maar het is ook wel belangrijk dat er een paar mensen zijn die het niet doen, toch? Want stel, we gaan allemaal in 1 keer dood. Dan zijn er toch een paar. Dan is er een hele selecte groep mensen die nog blijft leven.
En dan pak je wel in een aparte wereld. Daar gaat het niet voor. Als er ook mensen zijn die bijvoorbeeld vaccins zouden promoten, dan vind ik ook wel iets heftig. Zie je toch? Vind je? Ik zou zo gaan staan. Nee, als, maar, als ze budget hebben. Nee, maar... Ja. Nee. Zonder budget? Nee, man. Ik heb daar sowieso een no-go. Kijk, ik heb voor in het begin voor de RIVM heb ik toen een campagne gedaan. Ja, ik wou net zeggen. Ja, dat gedaan, maar dat was voor mij anders. Kijk, ik krijg soms wel nog steeds mensen die dan de boot worden. Ja, ze hebben dat gedaan, bro. Besef. Het was een beginperiode. Ik hoor pandemie. Je weet toch, dit en dat. Het enige wat ik gewoon tegen hen heb gezegd is... Yo, jongens, hou 1,5 meter afstand. Je weet toch, was je handen goed. Dat is het enige wat ik heb gezegd. Ja. Mensen doen ons... Ja, alsof je, ja. Snap je? En natuurlijk ben ik helemaal niet blij met het beleid en hoe het is gegaan en dit en dat. Maar wat ik zei, het was beginstadium. Maar ik vind op het moment dat je hebt, ik ben influencer toch een soort van. Mm. En je hebt ook wel invloed. En ik wil dat voor iedereen zijn eigen keuze moet kunnen maken of hij zichzelf gaat prikken of niet. Dus ik heb daar gewoon gezegd van ja, ik zou dat niet promoten. En ik vind het ergens ook dubbel dat nu zijn dan die plannen een beetje gelekt die vandaag in het Katshuis zijn besproken. Dat wordt dan dinsdag gepresenteerd. 1,5 meter gaat er vanaf, hoorde ik. Hè? Ja, 1,5 meter gaat eraf. Ze zullen ook met het coronapaspoort gaan werken, wat in Frankrijk natuurlijk ook al is ingevoerd. En ergens denk ik van oké, er gaat weer wat gebeuren. Aan de andere kant ben ik heel erg bang dat ze nog steeds niks met festivals en clubs gaan doen. Ja, de 1,5 meter gaat erover, maar festivals en zo mogen alsnog niet. Aan de andere kant denk ik ook van ja, maar waarom is dan nu in dit stadium nog een coronapaspoort nodig als, want dat waren de cijfers vandaag ook nog, 1,8 miljoen mensen zijn niet gevaccineerd. Hé, hey, ik zit daar tussen. Maar dat vind ik, op het aantal inwoners wat we in ons land hebben, echt verdomd weinig. Ja. Ja. Eigenlijk, ja, toch? Ja, nee, dat valt best mee. Maar waarom is er dan nu nog zoiets als dit... Ja, noodzakelijk. Op een gegeven moment heb ik ook het idee dat bij de meeste mensen de geloofwaardigheid eraf gaat. Want je even ziet dus... tussendoor, ik wil trouwens wel even gezegd hebben dat ondanks dat we kritisch kunnen zijn, weet je wel, ik vind nog steeds, ik doe nog steeds gewoon aan testen. Ook vandaag hebben we weer sneltestjes gedaan, et cetera. Weet je wel, zolang het moet, moet het. Maar het zou fijn zijn als er gewoon weer wat meer zou mogen. Ja, dat snap ik ook niet, dat mensen dan moeilijk gaan om een test. Dan denk ik, ja, vraag gewoon even om in je neus. Even. Ik ben er zo aan gewend, jongen. Nee, maar wat ik wou zeggen, die geloofwaardigheid van bijvoorbeeld Hugo Jonge neemt ook steeds meer af. Want ik weet nog 3 maanden geleden, niet goed doen. Zegt hij. Nee, maar ik zeg ook niet, ik wil niet in zijn schoenen staan, zeg maar. Maar nee. Hij heeft wel dan 3 maanden geleden gezegd, ja, dat die coronatoegangsbewijzen, dat gaan we echt niet doen. Ja, maar het wordt niet alleen door hem bepaald natuurlijk. Nee, tuurlijk niet, tuurlijk niet. Dus je hebt heel Europa en de wereld die. Maar ik zeg je wel eerlijk dan. Maar, ja, het helpt niet mee met het maatschappelijk beeld wat er dan ontstaat, toch? Als ik nee, nu... maar ik vind wel dat mensen zich altijd een beetje aanstellen als het alleen Hugo is. Dan denk ik, ja, kijk naar Frankrijk. Maar ik noem dat niet even als voorbeeld. Ja, maar er zijn heel veel mensen die dan... Hij is de woordvoerder. Mark Rutte de schuld geven. Zijn baard is wel bad ass. Die arme man kan er ook niet zoveel aan doen. Want je hebt heel Europa. Ik bedoel, we zijn Nederland maar. Klein landje. Nee, maar als in... Zeg maar, hij maakt die beslissingen toch ook niet in zijn eentje. Hij heeft nog de rest van de Kamer en de... Ja, maar hij moet het goed... Hij is de zondebok. Hij is de woordvoerder. Ja. Hij is de zondebok van heel Nederland. Ik zeg je eerlijk, als ik nu in ongeveer 1,5 jaar nu terug in de tijd kom... had ik die campagne niet gedaan, man. Nee, maar puur gewoon je stond omdat... er net nog zo achter. Nee, maar ja, op dat moment. Maar weet je, kijk... En nu, misschien was het best wel naïef. Heeft dat dan te maken met de reacties erop? Of? Nee joh, dat zeg je alleen maar omdat het geld er weer op is. Nee. Hij moet nog iets... Wat niet eens de reacties, maar Daan weet ook best wel goed. Ik ga daar best wel goed op als mensen zo op mij reageren. Maar... Daarbij, ik denk ook even serieus dat jij als een van de weinige influencers... heb jij een soort onkraakbare reputatie. Jij kan echt met heel veel wegkomen. Want je hebt gewoon een enorme hoeveelheid goodwill bij het publiek. Ja, maar dat is... Kijk, bij mij is het meer een ding waarom ik het niet zo... waarom ik het terug zou draaien. Toen ik het deed... Misschien is het een hele domme gedachte, even, maar ik heb nog nooit een pandemie meegemaakt. Dat is mijn eerste in mijn leven. We doen het met z'n allen en dan kunnen we over 2 maanden gewoon weer verder. Dat was het idee. Ja. Nee, maar, maar dan zie je elke keer weer uitstellen. En dan, wat je net zei, dan zijn de maatregelen genomen. Maar alsnog lijkt alsof toen we maar blijven gestraft worden. Snap je? We worden maar steeds gestraft van ja en nu en dan denk je van ja, het terrasje is eindelijk weer open, na het weekend weer dicht. Van, wanneer stopt het een keer? Je weet toch hoeveel... Nou ja, dat is die, wat ik zeg, die geloofwaardigheid is dan wat minder. Maar ja. Even voordat we straks heel serieus, dat het echt een hele serieuze show wordt, zullen we er gewoon... Zal ik gewoon een topic uit de seks... Een leuk topic! Zal ik een topic uit de seksshowlijst halen? Ja! Yeah. Heb je 100 shows achter elkaar trouwens gedaan, zonder eentje te missen? Nee. Maar af en toe slaan we wel eens een weekje over. Maar we zijn wel, als we er geen deden, dan telden we ook niet door. Zeg maar. Dus we hebben er echt 100 gedaan. Ja, 100 gedaan. Sterker nog, volgens mij zelfs wel 102. Want we hadden ook nog een special met Kingel.
alert die niet telde en nog eentje. Lekker. Ja. De radio DJ talkshow telde ook niet in de telling. Hey, maar telde de date show. De date show. Heb je die meegeteld? Nee, maar volgens mij was ook een special. Hebben we ook niet meegeteld per se. Netjes. Dat we er nu achter komen dat we er al 120 hadden. Ja, eigenlijk 69. Ik vind dit heel erg op de borst klopperij. Maar het stond vandaag in de Discord en ik heb hem er wel bij gezet. Het is een kijkersvraag en iemand zei... Vraag aan de streamers wat de talkshow voor Twitch heeft betekend. Ik dacht dat we een seksvraag gingen doen. Ja, gaan we doen. Omdat je er nu ingooit. Maar oké. Seksvraag? Ja, dominant nee, saaie vraag, stomme kijker. Dominant of onderdanig? Switch. Dominant. Switch ook. Onderdanig. Maar als ik moest kiezen... Vrouwen gaan er echt in, hè, vandaag. Ik hoorde Shanna net zeggen, yes. Dit is standaard onderwerpen voor mij, helaas. Ik ben er best open in, dus dit zijn gesprekken die vaak... Vrouwen doen dit vaak met elkaar, gewoon een beetje bespreken. Ja, ook gewoon met mannen. Ik bedoel, ik zit ook in een Discord met allemaal buitenlandse mensen. Ik vind dat zo raar. Het boeit ons zo weinig. For some reason heb ik in elke Discord-server wel met allemaal mensen om 3 uur 's nachts de BDSM-test gedaan. Ik heb heel vaak tijgerpunten ingevuld met een hele Wat is dit? Wij snappen het even niet meer. Wat heb je gedaan? Ja, BDSM-test. Dan moet je allemaal vragen invullen over hoe kinky jij bent. Ja. Oh, en dan krijg je een score. En ja. Redelijk kinky. Oh. Bij mij ook. Ja, zeker. Maar is het 1 tot 10 of 1 tot 100? Of? Ja. Je krijgt dan vanilla, dominant. Je krijgt ook allemaal tags. Ben jij dominant, Q? Nee, maar ja, dat is dan. Ik weet niet zeker of het elke vrouw, maar elke vrouw wil wel een dominante man, toch? In ieder geval op dat gebied. Nee, niet echt. Niet allemaal. Wisselwerking dan ook? Maar nee, maar gewoon tijdens het. Hoe noem je dat? Ik denk niet dat het dominant is. Een vrouw wil een assertieve man. Ja, dat is beter. Ja, maar wat zeg je nou? Dat is allemaal te... Gewoon eentje die initiatief neemt. Dat is natuurlijk. We gaan dit doen. Ja. Als het initiatief helemaal genomen is, dan kan dan een vrouw ook wel uit, echt kunnen we redelijk enger dominant zijn uit de kamer, hoor. Ja, maar dat is het juiste... Maar is initiatief en dominant, daar zit toch ook nog wel echt een heel groot verschil tussen, toch? Maar jij dan, Tos? Ja, initiatief wel, echt wel. Ja, maar wat ik zeg, ik vind ook wel misschien dat het een wisselwerking mag zijn. Misschien ben je gewoon niet kinky genoeg om dit te weten. Maar bij onderdanig denk ik wel gelijk dat ik kruipend over de vloer... Nee, het gaat over... Oké, laat het anders worden. Oh, niet! Zou jij tijdens de seks de controle uit handen durven te geven? Dus met andere woorden dat je bijvoorbeeld vastgebonden bent. Ja. Maar dat is weer een Gisteren. Nee, jawel. Maar ja, ben je dan gelijk switch? Nee, switch is als je een beetje van beide doet. Ja, switch. Maar dat je inderdaad dominant onderdanig... Ja, de switch bitches. Ja, dan zou ik toch wel een beetje uitwisselt. Ik uitwissel ook, denk ik. Ja, net hoe de pet staat. Ik wissel wel uit, maar ik heb wel een voorkeur. Ja. Lekker. Maar Daniel, want jij moet Daniel. Dat is wel een mooi moment. Maar toen jij het net over die droomvlucht weer had... Ja, de panda-droom. Ja, toen stond ik toch wel ongemakkelijk bij Suus en bij je moeder. Dit is heel goed. Hey, ik moet wel zeggen, is die was gesponsorde dingetjes en zo. Ja, wel, daarover gesproken. Het is dankjewel dat je het even aankaart, QC. Het is tijd voor een giveaway. Laat ik het even. Ik heb 20 seconden advertentie in. Nee, nou trouwens, even voor de duidelijkheid. Het feit dat we dit kunnen doen vanavond is hoofdzakelijk dankzij een waanzinnig team vrijwilligers die het gewoon heel leuk vinden om dit te doen. Heel veel apparatuur van mijn vrienden staat hier, apparatuur van onszelf. Maar ook onze vaste cameraverhuurder die ons even heeft gematst voor vanavond. Ik ben gratis gekomen. Iedereen is hier gratis gekomen. Dat wil ik wel benadrukken. Dat merk echt binnen Twitch. Dat gunnen van streamers groot. En kijkers en noem maar op vind ik echt een heel positief ding van het platform. En dan merk je ook dat daar minder toxiness bij komt en zo. Ja, echt. Dat heb ik wel echt wel gemerkt. Nee, maar dat vind ik ook het leuke aan Twitch. Het is gewoon echt een community. Los van dat iedereen zijn eigen community heeft, blendt dat ook heel erg met elkaar. En, ik zie iedereen al een mace typen en ik ga jullie nakken. Want dit keer is het keyword blue. Ja, toch? Kan iemand even voor mij blue typen op mijn Twitch-account? Gooi even blue. Ik gok een blue microfoon. Nee. Het zijn weer dezelfde prijs. Je wint weer 2 kaarten voor Amaze. En je krijgt 1 van deze blue microfoons. Wat is het bij Amaze? Wat is het bij Amaze? Wat gebeurt er hier? Nou, jij hebt het gemist. We gaan even voor je regelen dat je er misschien nog doorheen kan. Maar het is echt
Als... Het is een experience. Dat is amazing. Ja, maar, ja, maar echt. Ja. Ik denk serieus, met de kids en met je wifi, kom hier naartoe. Jullie hebben echt een waanzinnige dag. Dat denk ja, ik echt. Toch? Ja, 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 zeker. Ze komen hier uit en ze hebben, wow, wat de... Wat was dit? Nou, Amees, als jullie genoeg budget hebben. Alleen maar budget. Ja, anders komt hij niet. Hey, je weet het, november komt eraan en dan is het weer in de hark, man. Ik rol hem even en het is geworden tegelkegel. Gefeliciteerd. Ja, heerlijk nieuws, man. Let's go. Ook jij vindt twee toegangskaarten voor. Gebruikte mic trouwens, die hier op tafel heeft staan. Ja, ja, ja. En misschien zometeen als jullie nog het houten doosje willen signeren, is wel leuk, toch? Dus wie is er getest hier? Ja. Wij allemaal. Ik ben getest. Ja, de microfoon dikken. Wat voor topic had jij net, zei nou? Sorry, welk topic, wat bedoel je? Wilde je seks of wilde je algemeen of wat wilde je? Ik heb nog wel een vraag. Tos wil gewoon meer seks. Ik wil meer seks. Missen de Twitchers mij een beetje op Twitch? Tuurlijk missen we jou, Q. Altijd, ik had het leuk om te horen. Ja, maar dat is echt zo. We willen jou allemaal heel graag gewoon weer zien streamen. Dus, ja, maar ik kom terug. Maar ik kom echt met next level zitten. Geef eens wat concreets. Wanneer kom je terug? Welke maand? Oh, oktober. Oktober, ben je niet al bijna? Je hoort het hier, hè, primeur. Oktober. En ik wil echt toffe dingen doen, man. Ook met muziek en zo, door studio erbij. Wordt er nog gevallen? Ga je een streamtasje halen? Ik heb al een streamtas. Hij heeft een streamtas. Hij heeft een streamtas gekocht. Die heeft hij staan. Hij is er nog nooit live mee geweest. Ja, dat was een beetje dus in het begintijd van corona. Dus, en toen was het overal gezeik. Werd iedereen in de gaten gehouden. Wat doet hij? En ik denk van ja, als je met een livestreamtasje buiten loopt. Ja, en dan zie je weer ineens in een groep staan. Ja, dat is moeilijk om zeg maar. Iedereen zegt nee, blijf afstand. Ja, iedereen deed wel de regels overtreden, toch? Voor je het weet, word je gekesseld. Nou, die eerste periode van corona was IRL streamen wel echt kut. Want toen merkte ik zeg maar dat iedereen. Sta je niet te dichtbij? Heb je wel dat? Wij waren op een gegeven moment gewoon aan het schaatsen. Toen het zulke mooi schaatsweer was. Ja. En toen voelde ik me gewoon bezwaard om even een warme choco te gaan drinken. Dat vond ik ook kut. Maar de buren stonden ook echt heel dicht op. Ik ben wel ik ben wel blij dat er wel een beetje van af is. Lekker man, achter de camera. Ja, zit hier man. Moet eigenlijk voor de camera zitten, man. Ik hoop dat ik ze allemaal al genoemd had. Sid, Tim, Tom, uiteraard sowieso. En Bart. Jongens, even een applausje voor de crew. Applausje voor de crew. 100%. Zijn vanaf 9 ochtends al bezig, hè? Vanaf 9 ochtends. Ja, Tom die zit hier ook achter. Die doet de audio. Oh, lekker man. Moet je even lekker fluisteren. Maar, het is echt... Tom. Ja. Nou, en ook shout-out naar jullie allemaal. Want ik moet jullie wel zeggen dat... toen ik vanochtend zeg maar, met Sumi door de lijst heen ging... Ik dacht, ja, dat zijn toch wel allemaal, weet je wel. Die komen allemaal en die willen allemaal gewoon meedoen. En ja, dat vind de wekker gaat om 6:30. Maar dat is toch zo. Dus daarvoor grote dank. Laten we zo gewoon iedereen er nog even bij halen... nu we toch zo aan het einde van deze talk zijn. Kom maar. Ja, dat zit allemaal bij. Joost, zijn ze allemaal, Oh, kijk, Joost is er ook. Sowieso wel dat je gewoon streamers uit hun huis hebt gekregen. Ja, goed gedaan. Streamers uit hun huis is één ding, maar kippensoepje uit zijn huis is wel echt zo'n ding. Hoe is dat? Zijn we daar blij mee? Zo. Jezus, wat ben jij echt breed in echt. Wat ben jij breed in echt. En wat ben jij breed? Tony is er ook nog. Gaan we staan? Hier staan, gezellig. Gaan we ook maar niet verder. Lekker bij elkaar. En niet te vergeten, we hebben ook een wereldster hier vandaag. En Mbappé staat achter de camera. Mbappé, kom hier. Je moet hier filmen. Iemand Mbappé filmen. Chat, ik hoop dat jullie hier ook een beetje van hebben genoten. Chat, ik vond het heel leuk om dit te doen. Nogmaals, dank aan Amees, aan Paul en iedereen die hier vanavond bij wilde zijn. Wat is dit nou weer? Reclame. Wil je long chicken, bro? Iedereen heeft een eet smakelijk. Je hebt heel de dag gewerkt. Beetje choppings. Oh, heerlijk. Smakelijk, bro. Oh, lekker. Dit is niet gesponsord, maar maakt niet uit. Ik heb kip een kleine vergadering uitroepen. Wie moeten we reden? Oh. Wow. Is er live? Iedereen is hier. Live. Chapo. Zijn we live? Ja. Zijn we nog live? Marmels on stream. Wat zei je morgen? Nee, ik hoorde iets met die shawarma-stand. Iedereen staat er gewoon met milkshakes, chickens en shit.
Chat. Acid zie ik allemaal in de chat. Vonden jullie dit leuk, trouwens, de chat? Want... luister, ik bedoel... Ik ben echt 4 jaar ouder geworden deze week. Want echt die stress... En we hebben dit ook pas vorige week bedacht. Want ja, lange aanloop, fuck dat toch? Dus nee, want ik was op vakantie. Dus ja, nogmaals, jullie allemaal ontzettend bedankt dat jullie er waren. En ook... Maar niet alleen dat, kijk, wij zijn natuurlijk niet alleen jullie... maar ook heel veel mensen die misschien nu live zijn of gewoon thuis zitten... Weet je wel, dit is Twitch Nederland met z'n allen. En wees ook vooral trots op jezelf en op waar we nu met z'n allen staan. En waar we nog naartoe gaan. En hoe we straks allemaal, vooral een aantal van jullie, heel rijk kunnen worden dankzij Twitch. Dat zal allemaal wel meevallen. Voorlopig is het allemaal nog een verliesgevende bedoeling. Maar dat maakt niet uit. Dus wie ging Hij heeft stiekem hapje van mijn burger genomen. Kijk opeens, what the fuck? Ja. We zijn allemaal, ik zie mensen ook 1,5 meter, we zijn allemaal getest, jongens. Dit is een televisieproductie, hè? Dan moet je officieel maar een stokje in je neus. Dus nogmaals, dank aan al mijn streamers vanavond. Dank aan alle kijkers van de talkshow. Dit was aflevering nummer 100. Maar niet gekeurd. We gaan naar nummer 250, dus heel graag tot zeer spoedig. En volgende week is er uiteraard gewoon weer een nieuwe talkshow. Zondagavond, 9 uur. Ladies and gentlemen, ja, dit is altijd hetzelfde moment. Moet je even wachten tot de raid door is, hè? Bye bye! Bye.